Mevrouw Kuiken. Oké. Dat betekent dat je elkaar dus verrast, niet vertrouwt. En dan komt het tweede probleem. Iedereen verschuilt zich nu achter commissie Remkes. Remkes kan veel, dat hebben we gezien. Maar het is geen tovenaar. Op een gegeven moment komt er een pakket. En dan zullen nog de coalitiepartijen moeten zeggen, past dit A in het coalitieakkoord wat we hebben afgesproken? En kan het mijn vertrouwen dragen, zoals de heer Heerma zei, de grens die de heer Paternotte heeft getrokken en de Hoekstra die in de kranten een streep heeft gezet. Gaat het kabinet dus dan over 3 weken onderhandelen opnieuw over wat Remkes dan voorstelt? Wat kunnen we verwachten van dit kabinet voor de komende tijd, terwijl de grootste crisis, namelijk de bestaanszekerheid van mensen, bezworen moet worden? Gaat hij dan de komende 3, 4, 5, 6 weken met elkaar bezig zijn? Voorzitter, we hebben afgesproken dat wij nu ruim baan laten voor dat proces van de gespreksleider, van Johan Remkes, die met heel veel partijen in gesprek is, waar ook steeds kabinetsleden bij zijn. Wij kijken wat er uitkomt en dat zullen we uiteraard als kabinet ook met elkaar bespreken. En daar lopen we niet op vooruit. Het is niet zo dat omdat we dat proces hebben lopen en daar natuurlijk deze politieke kwestie bij is gekomen, dat daardoor wij deze week niet door onderhandelen in het kabinet over de begroting voor 2023. En alle vraagstukken rondom koopkracht. Dat we niet bezig zijn, as we speak, ook op instroom, doorstroom, uitstroom maatregelen te nemen op het terrein van het onder controle krijgen van het vraagstuk van de asielkwestie. Daar wordt ook allemaal parallel aan gewerkt. Het is niet zo dat die kwesties wachten op dit. Mevrouw Kuiken. Afrondend, maar dan moet ik wel concluderen dat het coalitieakkoord dus niet staat. Want als je je verschuilt achter een commissie die nu loopt en over 3 weken een advies gaat en je vervolgens de onderhandeling aangaat met 4 partijen die alle 4 wat anders willen, dan hebben we dus een aantal slachtoffers in het land. De natuur die niet geholpen worden, boeren die weer op een pad gestuurd worden waar ze geen vertrouwen uit kunnen wekken, maar ook Nederlanders die een kabinet zullen krijgen die intens verdeeld zijn, veel tijd en energie kwijt zijn aan deze ruzie in plaats van hun problemen qua koopkracht, armoede en ellende oplossen. En dat ik vind dat heel zorgelijk. En ik denk, als ik heel goed kijk naar de minister-president en ook zijn non-verbale houding vandaag, dat hij die zorgen deelt. Voorzitter, het één toch nog een keer. Het is niet zo dat omdat deze kwestie speelt, we niet verder nu deze week aan koopkracht werken en ook het aanpakken van het asielvraagstuk. Er wordt parallel vreselijk hard aan gewerkt. En ik merk ook dat deze kwestie niet vertragend werkt of problematiserend werkt op die andere vraagstukken. Dus daar werkt het kabinet gewoon aan. En dat is één. Ik ben het niet eens met mevrouw Kuiken over hoe zij schetst dat het over een paar weken zal gaan. Wat wij hebben afgesproken is, wij kijken nu eerst, geven ruim baan aan het proces van deze gespreksleider, waar we veel vertrouwen in hebben. En we bezien daarna de resultaten. Mevrouw Kuiken zegt, dan gaan er allerlei onderhandelingen en toestanden. Dat zullen we tegen die tijd bekijken. Maar steeds geldt wel voor mij en voor het kabinet dat dat niet in de weg mag staan aan het effectief zijn op de andere grote vraagstukken die spelen. En dat delen we echt met elkaar. En het coalitieakkoord staat dus ook op doelstellingen op alles. Maar ik kan ook niet wegnemen dat het interview er ligt. De heer Dassen. Ja, dank voorzitter. Ik probeer dit toch nog allemaal iets helderder te krijgen hoe dit werkt en hoe de minister-president hiermee omgaat. Dus als ik hem goed begrijp, dan heeft hij op donderdagavond om 7:45 een telefoontje gehad van minister Hoekstra. En daarin is hij op de hoogte gesteld van het interview en heeft hij vervolgens de afweging gemaakt dat dit staatsrechtelijk net kan. Klopt dat? Helemaal goed. Dan vraag ik me af, want ik begrijp ook dat het interview pas de volgende dag met iedereen gedeeld is. Dus dan vraag ik me toch af, op basis waarvan heeft de minister-president dan de inschatting gemaakt dat dit staatsrechtelijk net binnen de lijntjes is, terwijl hij het interview nog niet gezien heeft en dus ook niet helemaal duidelijk is wat daar dan in stond? Nou, dat heb ik op als definitief bepaald vrijdagochtend, maar op basis van wat ik hoorde donderdag en Hoekstra vertelde mij dat het interview zou gaan over koopkracht en over asiel, maar daarmee niet raakt aan het regeerakkoord, coalitieakkoord, maar dat er op stikstof iets in zit wat mogelijk kan worden uitgelegd als schurend met het coalitieakkoord. De heer Dassen. Dus uiteindelijk heeft u bepaald, nadat u het artikel heeft gelezen, dat het binnen... Toen definitief bepaald, ja, vrijdagochtend, klopt. En voorzitter, dan concludeer ik hieruit dat de minister-president eigenstandig bepaalt wat er binnen de bandbreedte valt, wat een andere minister in het kabinet kan doen. Klopt dat? Ja, heel soms ga ik ergens over. Ja. De heer Dassen. Nou, oké, want dit is wel interessant, want hiermee wordt wel een precedent geschapen. En wellicht gaan we met later de Hoekstra-doctrine
noemen op het moment dat dit vaker gaat gebeuren. Want als de minister-president op deze manier zelfstandig dit toch kan oprekken en kan bepalen van wat dan wel, wat niet binnen de bandbreedte valt, ja, dan is het toch voor ons op een gegeven moment heel onduidelijk van als een minister ergens naartoe gaat en minister Kaag de volgende keer die toch ook net even buiten de lijntjes kleurt of dat dan allemaal kan. En is dat dan wenselijk ook richting de toekomst als op deze manier zo'n president geschapen wordt? Nee, op zichzelf is het natuurlijk wenselijk dat dit zo min mogelijk gebeurt. Dat heb ik ook gezegd. Het moet een hoge uitzondering blijven. Maar ik vind wel dat er, gegeven de partijpolitieke verhouding in Nederland, we zitten in een heel ander tijdsgevricht dan in de jaren 70 en 80, toen we grote partijen hadden van CDA, Partij van de Arbeid, meer dan 50 zetels, waarbinnen interne arbitrage plaatsvond. We hebben nu te maken met een verdund politiek landschap met 20 fracties hier in de Tweede Kamer, met geen echt grote partijen meer. Vind ik dat als van zo'n partij de chef in het kabinet zit, dat je daar iets van ruimte voor moet laten, maar uiteraard met grote terughoudendheid. Mevrouw van der Plas, BBB. Dank u wel. Ik meen dat het 5 augustus was. De eerste gesprekken heeft de heer Remkes toen gevoerd met wat organisaties, waaronder LTO. En minister Van der Wal die zei eigenlijk na afloop van dat gesprek heel stellig, 2030, daar wordt niet aangetornd. Dat blijft overeind. Stond en staat de minister-president achter die woorden van minister Van der Wal? En daar staan we allemaal, het hele kabinet, ook Hoekstra, het coalitieakkoord staat. En er ligt een interview, dat kunnen we ook niet wegredeneren, dat is er. En vandaar dat we hebben afgesproken in de coalitie, fractievoorzitters en de coalitie, het kabinet stoppen om te zeggen, we kijken nu eerst nu ruim baan voor Remkes. Mevrouw Van der Plas. Oké, dus van de minister-president begrijp ik het goed. Die staat en stond falikant achter de woorden van minister Van der Wal dat aan 2030 niet te tornen valt. Ja. Maar in dezelfde adem hoor ik de minister-president ook zeggen, nou, we wachten even de heer Remkes af. Maar stel nou dat de heer Remkes straks zegt van, nou, die 2030, dat is eigenlijk geen taboe. Die kunnen we eigenlijk best wel en misschien weer gewoon terugbrengen naar 2035. Wat gewoon in de wet staat nu. Hè? Het is geen versoepeling of wat dan ook. Staat nu gewoon in de wet, 2035. Waarom moeten we dan wachten op wat de heer Remkes hierover zegt, als de minister-president nu al zegt, 2030 blijft overeind? Want stel nou dat de heer Remkes dat zegt. 2030, weet je, laat dat maar los. Wat gaat de minister-president dan doen? Een van de afspraken die we ook gemaakt hebben vrijdagochtend, fractievoorzitters en kabinetstop, is dat we niet speculeren over de uitkomsten van Remkes. En uiteraard zullen die uitkomsten van Remkes ook moeten worden gewogen. Daar lopen we niet op vooruit. Mevrouw Van der Plas. Nou, dat vind ik heel raar, want ik heb hier echt wel 10-20 keer horen zeggen, we hebben afgesproken dat we wachten op waar de heer Remkes mee komt. En dan ga ik ervan uit dat daar mede op gedoeld wordt, laten we nou gewoon even wachten wat de heer Remkes zegt over die 2030. Hè. Laten we nou niet hier de boel laten klappen. Laten we daar gewoon even op wachten en dan bepalen we weer verder. Maar net zegt de minister-president, nee, ik sta vierkant achter minister Van der Wal. Aan 2030 wordt niet getornd. Waar moeten we dan op wachten? Dat is het coalitieakkoord, dat geldt voor het hele kabinet. Ook voor Hoekstra en de CDA's. Tegelijkertijd ligt daar dat interview in het Algemeen Dagblad, waarop één onderdeel dat schuurt met het coalitieakkoord. En de politieke afspraak die wij gemaakt hebben is, wij wachten nu verder, we geven ruim baan aan dat proces van Johan Remkes en we speculeren niet over wat eruit zou kunnen komen. Mevrouw Van der Plas. Nou, gewoon heel concreet. Is er aan 2030 te tornen, ja of nee? Ongeacht wat de heer Remkes daarover zegt. Wordt er aan getornd of ja of nee? Ik sta voor het coalitieakkoord, dat geldt voor het hele kabinet, dus daar tornen wij niet aan. Tegelijkertijd hebben we de afspraak gemaakt, gegeven ook dat AD-interview en het schuren op één punt, dat we nu eerst ruim baan laten voor het proces Remkes en het dan hernemen. De heer Van Haga, groep Van Haga. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is goed dat we inmiddels gestopt zijn met het zoeken naar staatsrechtelijke spijkers op laag water, want dat is allemaal goed doorgenomen, begrijp ik. We doen allemaal plassen, het blijft zoals het was. De verdediging staat er goed bij. Dus laten we teruggaan naar de techniek. Volgens de VVD is dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En nu blijkt dat zelfs als alle koeien weg zijn uit heel Nederland, dat we dan nog steeds niet aan onze stikstofnormen voldoen. Ik vind het niet een beetje raar dat we dan dit hele debat hebben over een staatsrechtelijk vergrijpje van de heer Hoekstra, maar dat we uiteindelijk in die machinerie zitten
die totaal verkeerd is. Verkeerde uitgangspunten. Hè? Als alle koeien weg zijn, voldoen we nog steeds niet. Minister-president. Ik ben hier eens met de heer Van Haga. En we hebben echt met een groot probleem te maken wat we moeten oplossen. En daar hebben we in de coalitie een goede afspraak over gemaakt. Heer Van Haga. Nou ja, de chemicus Jaap Hanekamp en statisticus Matt Bridge kwamen tot deze conclusie. Als alle koeien weg zijn, dan voldoen we al niet aan onze eigen stupide stikstofnormen. En ook het RES-model bleek niet te kloppen. En dat zijn allemaal andere dingen. Hè? Ik kan me voorstellen op het moment dat je het regeerakkoord ondertekent, dat je dan van een bepaalde zaak uitgaat. Maar nu blijkt het allemaal anders. De natuur blijkt er beter bij te zitten. De KDW's blijken niet realistisch. Dus dan moet je toch op een gegeven moment in het technische proces dingen kunnen bijstellen. Ik heb nog nooit een technisch project gezien waarbij je in het begin iets bepaalt en dat je niet tijdens het proces dingen bijstelt. Dus nogmaals terug naar de techniek. Is het mogelijk dan om gewoon dit nog eens een keer te bekijken en op basis van alles wat nu anders blijkt, het gewoon bij te stellen? Minister-president. Er is een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijke kennis inmiddels beschikbaar over het stikstofprobleem. Het is ook zichtbaar. En natuurlijk blijf je altijd weer toetsen en sturen en noem maar op. Dat geldt altijd. Maar wat niet werkt is als er zo'n overweldigende hoeveelheid informatie beschikbaar is, om dan iedere keer weer een spaak in het wiel te steken en te zeggen, nou ja, er is nou toch iemand die het net iets anders ziet. Dan zal het allemaal wel fundamenteel niet kloppen. Dat is helaas niet zo. We hebben in Nederland de grootste stikstofuitstoot van Europa. Als je de kaart van Europa ziet, staat er boven Nederland een gigantische pilaar. Is ook niet zo gek met onze industrie, onze drukke bezetting van onze wegen, onze mooie, maar ook intensieve vaak landbouw. En dat hebben we dus met elkaar in een balans te brengen. En daar moeten we hard aan werken. En zoals ook Hermans zei en anderen, dat is niet uitkoop alleen. Dat is ook ervoor zorgen dat je kijkt naar technologie, dat je kijkt naar wie zelf wil stoppen, dat je kijkt naar extensivering. Alle knoppen moeten daarvoor worden ingedrukt. En daarom is die gebiedsgerichte aanpak zo belangrijk. Heer Van Haga. Ja, voorzitter, een van de redenen dat er zo'n pilaar op Nederland staat is omdat wij het enige land zijn dat met deze idiotie bezig is. Het enige land dat zo rapporteert zoals er gerapporteerd wordt. De rest van de Europese landen rapporteren nauwelijks hun stikstofproblemen. Bovendien hebben wij ook, nou, laat ik de vraag dan ook maar aan de minister-president stellen. Ik heb hem net aan de heer Heerma gesteld. Ik heb hem ook eens een keer aan mevrouw Van der Wal gesteld. En ik moet zeggen, ik krijg nooit een antwoord. Hè. 50% stikstofreductie is als uitgangspunt genomen. Waarom? En waarom is dit niet bij te stellen? Kijk, ik snap die 2030 ook niet. Natuurlijk snap ik dat je, als je er echt in gelooft, dat je het sneller wil. Maar al die parameters moeten bij te stellen zijn op het moment dat er dingen anders zijn. Dus nou, laten we beginnen met die 50%. Waar komt die 50% vandaan en waarom gelooft de VVD zo heilig in die 50%? En laten we door het CDA de hete kastanjes uit het vuur halen op dit punt. De minister-president. Het punt is, en daar hangt ook die 50% mee samen, en de 74% KDW in de kritische gebieden, of onder de KDW in de kritische gebieden, heeft te maken met het feit dat we niet alleen een heel groot stikstofprobleem hebben, maar dat als het een bad zou zijn, dat bad nu ook overstroomt. Dat is ook de reden dat je nu met die belachelijk kleine stikstofpercentages moet rekenen. Omdat elke verslechtering verder bijdraagt aan het overstromende bad. Dus wat we met elkaar moeten bereiken is dat we door een aantal ingrepen stoppen met het laten overstromen van dat bad. Ik kan dat niet mooier maken. Dat beeld, denk ik, snapt iedereen. Ik heb thuis geen bad, maar de meeste VVD'ers hebben een bad thuis en dat kan overstromen. Dus hoe kun je dat voorkomen? Dat voorkom je door maatregelen te nemen. Daarop is gebaseerd de in bijna 90 kritische habitatgebieden, de beneden 74% kritische depositiewaarde. En dat vertaalt zich in een soort nationaal beeld van 50%. Het lastige natuurlijk zijn twee dingen. Het eerste is dat als het gaat om de veeteelt, de uitstoot natuurlijk vooral zit in ammoniak die neerslaat heel dichtbij in die natuurgebieden. En dan zeggen de boeren terecht, die gesprekken zijn ook gaande, ja, dat is depositie, wij gaan over emissies. Dus een van de discussies in het kader van Remkes is, kun je meer sturen op emissies dan alleen op deposities? Het lastige daarbij is overigens dat voor de vergunningverlening bijna naar deposities wordt gekeken. Tweede vraagstuk is natuurlijk dat er heel veel andere sectoren zijn die ook uitstoten. Wat is nou de reden dat de boeren voorgaan? Dat is niet omdat ze eerder moeten, maar omdat wij voor 1 juli volgend jaar die gebiedsgerichte plannen op hoofdlijnen af moeten hebben. 1 juli 2023. Zou je wachten tot dit najaar, als we ook de doelstellingen voor de industrie en andere sectoren hebben, heb je te weinig tijd om voor 1 juli volgend jaar
die gebiedsgerichte processen goed in gang te zetten. Dat is niet gelukkig, want het liefst zou je natuurlijk, had je die boeren gezegd, jullie doen het niet in eentje, het zijn ook al die andere sectoren. Dat is ook zo. En het laatste probleem wat we hebben is dat kaartje. Dat kaartje is denk ik onvermijdelijk, want je moet toch laten zien aan provincies de duidelijkheid. Dit is ongeveer per regio in jouw provincie wat er moet gebeuren. Maar boeren zijn gaan zeggen, dat betekent dat ik met 95% terug moet in dat gebied. Nee, in dat gebied moet het 95% terug. Maar er zullen boeren zijn die stoppen. Er is ook technologische innovatie, allerlei andere dingen. We gaan daar met jullie over in gesprek. En daarom ook die ketenpartijen zo belangrijk. Wat is de eerlijke prijs die de boer van zijn product krijgt? Is dat per se die 1,60 euro voor de melk of wordt dat wat meer? Dat geldt ook voor andere producten. En daarom waren we ook zo teleurgesteld dat de supermarkten niet aan tafel kwamen, maar het een beetje aan de boeren lieten. Terwijl we juist de supermarkten vreselijk hard nodig hebben in die gesprekken. Nou, dat is allemaal gaande. Dat is het hele proces Remkes. Ik heb er vertrouwen in. Dat gaat ook met horten en stoten. Er is heel veel emotie ook. Dat begrijp ik ook. Ook bij mij, bij iedereen. En dan proberen we een goede baan te leiden. Dank u wel. De heer Van Haga. Ja, voorzitter. Ik stelde een simpele vraag over waar die 50% vandaan kwam. En dat antwoord heb ik niet gehoord. Dus nogmaals, waar komt die 50% vandaan? Waar komt die 50% vandaan? Dat is een heel rond getal. En is de premier het dan mee eens? Want het is uiteindelijk gewoon een technisch project. En als je dan gelooft in dat stikstofverhaal, en ik geloof niet dat het een probleem is, want stikstofdepositie is niet noodzakelijkerwijs slecht voor de natuur. Maar stel dat je er wel in gelooft, is de premier dan met me eens, naast het antwoord dat hij gaat geven over die 50%, dat je met innovaties waarschijnlijk gewoon een totale reductie kan bewerkstelligen, waardoor er helemaal geen boer weg hoeft. Minister-president. Ja, het lastige met innovaties is twee dingen. Eén, boeren hebben vaak geïnnoveerd, nieuwe technologie toegepast, die dan vervolgens toch niet die stikstofruimte leek op te leveren. En hadden ze grote investeringen gedaan. Dus je moet twee dingen doen als je kijkt naar technologie. Eén, je moet zeker weten van tevoren dat die technologie ook leidt tot een zekere mate van bijna van tevoren te garanderen stikstofreductie. Het tweede wat je moet doen is ervoor zorgen dat je het ook integraal doet. Want er liggen ook nog vraagstukken rond water en methaan en luchtkwaliteit. En je wilt dan het liefst ook technologie die meteen voor al die dingen helpt. Je wilt niet technologie die alleen voor stikstof en dan blijkt dat later van water misschien de verkeerde kant op te werken of onvoldoende te doen. Dus je probeert integraal te werken. En het laatste probleem wat we daarbij hebben is wel iets wat bij Europa speelt, waar we over natuurlijk in gesprek zijn. En dat heeft te maken met het vraagstuk van wat is kunstmest? Dat bij bepaalde technologieën blijft er een soort restproduct over, wat in feite alle karakteristieken heeft van kunstmest. Maar omdat het uiteindelijk uit de uitscheidingen voortkomt van de dieren, wordt dat beschouwd als mest. Dan krijg je de rare paradox dat er een fabriek staat ergens in Zuid-Vlaanderen, een heel mooi bedrijf, maar ook wel behoorlijk CO2-uitstotend wat kunstmest maakt. Terwijl je zegt, ja, maar die boeren kunnen het ook zelf produceren. Alleen nou heet het mest en geen kunstmest, terwijl het eigenlijk gewoon kunstmest is. Nou, al dat soort vraagstukken, daar gaan we gesprekken over. Om met de boeren samen, en ik heb er ook een hele hoop bezocht, althans drie bezocht, maar er zijn steeds heel veel boeren uit die omgeving bijgekomen. Dat heeft mij ook heel veel informatie opgeleverd. En dan zie je eigenlijk een heel consistent beeld. Namelijk, kunnen we meer op emissies sturen dan deposities? Ja, als je dat doet, hoe zit het dan met je vergunningverlening? Dat kaartje, nou, daar hebben we excuus voor gemaakt voor het misverstand. Maar ja, hadden we een tabel moeten maken, maar dan had er gestaan in Zuidwest-Friesland zoveel. Ja, dan had je niet letterlijk je boerderij in dat kaartje geplot, maar nog steeds geweten, ik lig in Zuidwest-Friesland. Maar het is heel lastig om zonder zo'n richtinggevend kaartje dat te doen. Maar ik snap natuurlijk ontzettend ook hoe dat dan weer zijn eigen beeld creëert. En soms zelfs banken zeggen, we investeren niet meer in jou, want jij zit in het gebied van dat kaartje. Nou, nog eens een keer uitgelegd, het is niet op individueel bedrijfsniveau. Dat is voor zo'n regio, en dat zegt dus heel weinig over wat het voor de individuele bedrijven betekent. Daar is die gebiedsgerichte aanpak voor nodig. De heer Van Haga. Ja, voorzitter, ik vroeg waar die 50% vandaan kwam. Heeft de premier dat zelf verzonnen? Of, gezegd, dat is een combinatie. Als je 74% KDW in de 90 cruciale gebieden en je kijkt wat dat nationaal ongeveer betekent voor de teruggang in stikstof, dan kom je op dit soort percentages uit. Daar komen ze vandaan. En ze komen ook voort volgens mij ook uit Johan Remkes. Mevrouw Marijnis, SP. De scholen zijn weer begonnen. Of gaan beginnen in een aantal delen van Nederland. En er zijn steeds meer kinderen die met honger naar school gaan. Of die nu naar school moeten met gymkleding die kapot is, omdat de ouders geen geld hebben om iets fatsoenlijks nieuws aan te schaffen. En het ziet er nou uit dat dit 1 op de 10 kinderen gaat treffen volgend jaar. 1 op de 10. Wat vindt de minister-president daarvan? Ja, die cijfers zijn vreselijk. Er werd ergens gezegd dat we nog geschrokken waren. Dat is natuurlijk niet zo, want we hebben het ook zien aankomen. Het was voor de zomer ook al heftig. Het is heftiger. Nog weer heftiger geworden, maar je kon dat ook wel een beetje door je oogharen zien aankomen. We hebben dit jaar natuurlijk een pakket van bijna 7 miljard om zoveel mogelijk de effecten te dempen.
En we bekijken op dit moment hoe we daar verder mee omgaan. Maar dat presenteren we echt bij Prinsjesdag. Dus ik hoor heel goed wat mevrouw Marijnissen zegt. Ik snap ook helemaal haar bezorgdheid. Die deel ik ook. Van Gennep en allemaal. Het is een sociale zaak, het hele kabinet. Maar ik kan nu niet vooruitlopen op die besluitvorming. Dat komt echt bij Prinsjesdag. Mevrouw Marijnissen. Ja, en minister in uw kabinet deed dat wel. Die zit naast u. Die zei er is minstens 10 miljard nodig. Deelt u die opvatting? Ik vind dat dus passen in het feit dat een enkele keer, maar dat moet wel uitzondering blijven, een partijchef in zo'n interview iets kan zeggen. Ik ben geen partijchef, dus ik heb niet die ruimte. Mevrouw Marijnissen. En dat is ook iets nieuws van vandaag, toch? Of niet? VVD kent u niet. De VVD kent geen partijchef. Nee, toen Henk Vonhoff ze ooit in 2004 bij het woord leider hoor ik laarzen marcheren en sindsdien zijn we ermee gestopt. Ja. Nou, zijn we dat dan nog wijzer geworden vandaag, in ieder geval? Is dat iets, want de trieste afdruk van dit debat, denk ik, is dat heel veel mensen die hier naar kijken helemaal niks wijzer worden. Ik bedoel, het is ontzettend veel gegaan over wel of niet 2030. Nou, het kabinet heeft zijn politieke lot verbonden aan de commissie Remkes en schuift de crisis nog even een paar weken voor zich uit, lijkt het. Intussen zijn er op zoveel andere onderwerpen ook hele grote crisis. De minister van Financiën kon vandaag niet aanwezig zijn. Begrijpt van de minister-president dat het meevalt met haar, gelukkig. Maar intussen is de minister-president bezig met een soort van relatietherapie in de ministerraad, hebben we kunnen lezen, tussen die minister van Financiën en een andere minister. Maar schaamt u zich daar niet voor? Zou u niet bezig moeten zijn met die bestaanszekerheidscrisis die er voor miljoenen Nederlanders op dit moment is? De minister-president. Voorzitter, we hebben in het kabinet vrijdag die zaak uitgepraat. En dat was geen relatietherapie. Ik was zelf natuurlijk ook, dat heb ik ook gezegd, vrijdag bij de inloop van de ministerraad, heb ook wel, en ik heb dat voorzichtig geformuleerd, de enkele wenkbrauw gefronst toen ik het interview las. Dus dat was ook reden om dat met elkaar uit te praten. En dat moet dan ook. Mijn conclusie is dat er voldoende vertrouwen is om met elkaar door te gaan. Dat is denk ik politiek relevant. En het tweede wat ik al vandaag gezegd heb, het is NN. Het is niet zo dat als zich dit voordoet, zo'n politiek vraagstuk, dat dan de grote andere vraagstukken van begroting en dus ook koopkracht en precies de punten die mevrouw Marijnissen noemt, de armoede onder kinderen, dan wel het vraagstuk van het asielbeleid dat stil ligt. Dat gaat allemaal door. Mevrouw Marijnissen. Ja, dat gelooft toch niemand. Even los, daar gaat de minister-president niet over. Maar de coalitiepartijen hebben hier debat geblokkeerd over de stijgende prijzen om nu wat te doen aan de koopkrachtcrisis. Pas vandaag, naar aanleiding van het interview van Hoekstra, kunnen we hier als Tweede Kamer daarover spreken. Een heel klein beetje, want het liefste eigenlijk ook niet, want het is wel heel erg lastig. Want we moeten vooral wachten op de besluitvorming. En dat betekent gewoon in normaal Nederlands dat er dit jaar geen zak meer gaat gebeuren voor mensen om de prijs te dempen, om de kosten te verlagen. En ik schaam me daar eerlijk gezegd wel voor. De minister-president kennelijk niet. Want die zegt, nou, er is helemaal geen sprake van relatietherapie. En we werken hartstikke hard door. Dat gelooft toch niemand? Iedereen weet toch, op het moment dat er zulke grote dingen spelen, als de ene minister tegen de ander zegt, ik vertrouw jou niet meer, dat er dan gewoon heibel is. Dat er dan gewoon gedoe is in de tent. En natuurlijk gaat het dan daarover. En ik schaam me daar eerlijk gezegd wel voor. Ja, dat we nu vandaag hier eindelijk als Tweede Kamer bij elkaar komen. Maar dat het er dan uitziet dat de afdruk van dit debat zal zijn. Niet dat er duidelijkheid is, meer duidelijkheid is voor de boeren. Maar ook niet, en dat is natuurlijk de rode draad, dat er iets gaat gebeuren voor mensen nu dit jaar nog om de kosten te verlagen. En volhardt de minister-president daarin. Want dat wil ik dan toch nog een keer, nu we wel de kans hebben om die vraag te stellen dan eindelijk vandaag. Volhardt de minister-president erin dat hij dit jaar niks meer kan doen. Dat was de stelling van het kabinet voor de zomer. Dat was reden voor de SP-fractie om het vertrouwen op te zeggen. Volhardt hij erin dat er niks mogelijk is dit jaar om de kosten voor mensen te verlagen, minister-president. Waar ik wel in volhard is dat het gebruikelijk is om bij Prinsjesdag de plannen te presenteren. Ook met eventueel doorwerking in de begroting van het lopende jaar, maar zeker ook voor 2023. Zo gaat dat bij troonrede en Prinsjesdag. En het is niet gebruikelijk om daar voor Prinsjesdag over te spreken, al was het maar omdat die besluitvorming ook nog gaande is. Maar het is niet zo dat door deze politieke kwestie dat proces op dit moment geblokkeerd is of in de problemen zit. Dat is niet het geval. Dat geldt trouwens ook voor de vraagstukken rondom asiel. Ook daar werken we als team hard aan om die problemen, zoals de Duitsers dat zouden zeggen, in grief te krijgen. Mevrouw Marijnissen. Ja, ik hoop eerlijk gezegd niet dat er nu weer een streepje achter mijn naam komt voor een extra vraag. Want minister-president, ja, of hij neemt me niet serieus, of hij begrijpt mij verkeerd, of ik ben niet duidelijk. Maar de vraag was, lopende dit jaar, u heeft het over Prinsjesdag. We weten allemaal dat het is voor volgend jaar. Daar gaat het de hele tijd over, wat we volgend jaar kunnen doen. Maar mijn vraag was, volhardt de minister-president in zijn stelling die hij hier voor de zomer betrok, namelijk dat hij dit jaar, en dat is nog lang voor heel veel mensen, en dat is lang
voor die kids waar ik het net over had, die in die kapotte gymkleding naar school moeten, of met honger naar school, dan is een jaar nog heel erg lang. Minister-president, als het augustus is. Volhard hij erin dat hij dit jaar niks meer voor mensen doet om de kosten te verlagen? Minister-president. Zo zwart-wit hebben we het ook begin juli niet gezegd. We hebben toen alleen gezegd dat het ongelooflijk lastig is. Het heeft ook te maken met onze publieke uitvoeringsorganisaties, die natuurlijk aan de grens zitten van wat ze kunnen verkrachten. Dat het gewoon heel complex is. We hebben toen niet categorisch nee gezegd, maar het is uiterst complex om nog iets te doen in het lopende jaar. En verder wijs ik op de ordelijke besluitvorming. En die wil ik toch tot slot nog wel een keer zeggen. Want anderen noemden ook Duitsland en andere landen. Wij hebben alles bij elkaar zo'n kleine 7 miljard gedaan dit jaar. Dat is niet het weghalen van het probleem. Dat is het dempen van het probleem. Duitsland heeft 30 miljard gedaan. Daarmee lopen wij keurig in de pas met Duitsland. Want dan zou Duitsland 35 miljard hebben moeten doen. Ze deden 30. Dus dat neemt niet weg dat ik ook zie wat die koopkrachtcijfers nu weer laten zien. Bijvoorbeeld voor kinderen. Daar heeft mevrouw Marijnissen gewoon gelijk in. En dat is ook verschrikkelijk. En dus kijken we er opnieuw naar. Wat zou je daar kunnen doen? Maar ik kan geen zwart-witte antwoord op haar vraag geven. Dat is ook echt onderdeel van die besluitvorming de komende weken. Mevrouw Marijnissen. Maar ik kan wel herhalen wat we zeiden in juli. Dat het buitengewoon lastig en technisch ook heel lastig is om mensen te bereiken. Mevrouw Marijnissen. Landen om ons heen nemen inderdaad volop crisismaatregelen. Er is van alles mogelijk. 1 juli was een nieuw indexatiemoment voor het minimumloon. Had verhoogd kunnen worden. De huurverlaging had naar voren gehaald kunnen worden. Je kunt van alles doen als het gaat om de BTW, de accijns. Is eerder gedaan, had natuurlijk meer gekund. Je kunt prijsplafonds instellen, bijvoorbeeld als het gaat over onze energievoorziening. Er is zoveel meer mogelijk. Dus is de vraag nog een keer aan de minister-president. U zegt, ja, ik heb helemaal niet gezegd dat we helemaal niks meer gaan doen. Wat gaat u dan doen? Wat gaat u dan wel doen? Want dat hoeft niet voor Prinsjesdag. Prinsjesdag is voor volgend jaar. Volgend jaar is nog heel ver weg voor heel veel mensen. En dat zijn niet u en ik die 's nachts wakker liggen van de stijgende prijzen, maar heel veel mensen in Nederland wel. Wat kunt u die mensen vandaag dan geven, de minister-president? Niet vandaag. Ik ga hier geen knollen voor citroenen op. Niet vandaag, mevrouw Marijnissen. In het kader van Prinsjesdag kijken we naar 2023. En we kijken natuurlijk ook nog weer opnieuw. Wat zou er nog kunnen? Dat is ongelooflijk lastig. We kijken met open vizier opnieuw naar alle opties. Maar ik wil hier geen enkele verwachting wekken die we mogelijk niet kunnen waarmaken. Dus dat gesprek is gaande. Mevrouw Kuiken, PvdA. De minister-president begon met van we zagen dit aankomen. Nou nee, onvoldoende. Want veel van ons wezen in november al dat de crisis die op ons aankomt dieper zou zijn. Wij werden vervolgens verwezen naar de voorjaarsnota. Dan komt het. En toen zeiden ze, ja, u bent eigenlijk al te laat, want we kunnen niks meer doen. En de maatregelen die zijn genomen, die zijn er. Maar te laat, te ongericht en te beperkt voor een groep die het redt. Of die het nodig heeft. Dus voor hun is het niet zwart-wit. Voor hun is het daadwerkelijk straks zwart. Voor hun is straks de keuze, kan ik nog boodschappen halen? Kan ik nog douchen? Kan ik nog warm zitten of niet? En mijn concrete vraag is dan ook, gaat het kabinet inderdaad alles op alles zetten om bij Prinsjesdag niet alleen voorstellen te doen die 2023 raken, maar nog dit jaar? En mijn tweede vraag, en die is net zo relevant, bereidt het kabinet nu ook al juridische maatregelen voor om ervoor te zorgen dat dingen ook ingevoerd kunnen worden? Een verhoging van het minimumloon, zoals wij bepleiten al lang, vergt voorbereiding. Kun je niet wachten tot ver in dit jaar om daar maatregelen te nemen? Kies je er toch nog voor om mensen bijvoorbeeld met een zorgtoeslag extra tegemoet te komen, moet je dat voorbereiden. Dus ik vraag nog niet eens een concrete toezegging van wat gaat hij wel of niet doen, maar ik ben een beetje klaar mee dat we al 10 maanden lang wordt verweten dat we te langzaam en te laat zijn, terwijl het kabinet elke keer te laat, te langzaam, te ongericht handelt en doorpakt en vervolgens inderdaad staan te kijken met het risico voor alle mensen die dat nu treft. Minister-president. Ja, voorzitter, ik snap helemaal de vraag. En ik ben natuurlijk ook zeer, dat zeg ik ook, hele kabinetsbezorgd over die cijfers. En daar zijn we niet door verrast. Natuurlijk, we zagen die verslechtering allemaal aankomen. Dat is ook de reden dat we inmiddels een kleine 7 miljard per jaar nu dit jaar uitgeven aan, vanaf november vorig jaar, aan het zo goed mogelijk dempen van die effecten, inclusief de extra 500 euro voor mensen op het sociaal minimum, wat hen op een energietoeslag brengt nu van 1300 euro. Dat is het laatste besluit nog van vlak voor het reces. Dat is dus voor de mensen met de allerkleinste beurs. De mensen met een uitkering, die vaak een uitkering op het sociaal minimum zitten. En ik zei al, we kijken met open vizier naar alle opties. Maar ik wil ook niet hier de verwachting wekken dat we dingen kunnen waarmaken. We moeten dat echt heel goed bekijken. Dus je zag wel degelijk over die maanden de problemen met de huishoudens natuurlijk wat toenemen.
Dat is ook bevestigd door het CPB. Nogmaals, dat vertaalt zich dus ook in een pakket maatregelen van, wat is het, 6,8 miljard, alles bij elkaar nu. En dat is altijd te weinig, dat weet ik. Het dempt. En daarom kijken we opnieuw met open vizier naar alle opties, ook voor 2022. Ga mevrouw Kuiken en mevrouw Marijn toch nog even helpen. De vraag is of er dit jaar nog plannen zijn om dus dit jaar nog wat te doen. Dat doen we dus pas bij Prinsjesdag. Kon nog dan ik kan wordt dat pas bekendgemaakt. Ja, okay. Zeker. Mevrouw Kuiken. Voorzitter, of en wat. Ja? Ik ga het niet beloven. Of en wat. De prijzen voor gas in Europa zijn ongekend hoog als je het in Nederland vergelijkt met de rest van het land. Als je een individueel lid vraagt nu in dit land, inwoner, hoe hoog wordt zometeen jouw gasrekening, dan hebben ze het niet over tientjes. Dan hebben ze het ook niet over een stijging van 100 euro. Dan hebben ze het over een stijging van honderden euro's. Dat is niet een uitzondering op de regel. Dat treft heel veel mensen. Als je aan mensen vraagt, merk je het al aan je boodschappen? Dan zegt iedereen ja. Als je vraagt, wat merk jij zelf? Dan zegt iedereen, ik teer nu al in op mijn spaargeld. Dat gaat ongekende nood met zich meebrengen. Het CPB bevestigde dat vanochtend. Absoluut. Dus ik weet wat het kabinet heeft gedaan, maar het is te weinig. Het is te laat. En alleen voor de lage inkomens ga je het niet meer mee redden. Het gaat ook de middeninkomens raken. Dus dan wil ik dat een kabinet hier zegt, want het is namelijk onze laatste kans. Ja, we gaan maatregelen nemen nog dit jaar. En ja, op mijn concrete vraag, gaan ze nu al de juridische stappen zetten om ook maatregelen mogelijk te kunnen maken. Zoals de verhoging van het minimumloon. Want als je dat nu niet doet, kun je voor dit jaar inderdaad niks meer doen, terwijl het wel nodig is. Voorzitter, en dan is mijn antwoord dat ik daar geen ja op kan zeggen in alle opzichten. Behalve dat wij dus met een open blik kijken naar alle opties die we hebben. Maar ik hier niet, zolang er geen besluit van heeft plaatsgevonden, verwachting al wekken. En dan nogmaals op verwijzen dat het ook ontzettend ingewikkeld is om de groepen, ook die mevrouw Kuiken noemt, te bereiken nog in het lopende jaar. Waarbij je niet aan de verschillende belastingknoppen kunt draaien. Dan moet je dus naar andere dingen kijken. Dat hebben we ook besproken in juli. We hebben dat toen uitvoerig in kaart gebracht. En toen heeft u ook kunnen zien hoe lastig dat is. We kijken opnieuw naar al die opties. En ik ben het helemaal eens. Dat beeld is verder verslechterd. Ik wil alleen het beeld hier wegnemen dat we niks gedaan zouden hebben met elkaar. Dat zegt mevrouw Kuiken ook niet. Maar dat die indruk zou je soms wel eens krijgen in de media dat het kabinet een beetje zit te snurken. Nee, wij dempen voor een kleine 7 miljard. Inmiddels is het beeld verder verslechterd. En dat vind ik ook noodzaakt ons opnieuw te kijken naar het hele vraagstuk. Mevrouw Kuiken. Ja, voorzitter, ik rond af. En ik merk ook dat ik mijn woorden zorgvuldig moet kiezen, omdat je anders daar overheen struikelt. Maar dit raakt mij echt. Omdat ik echt denk dat dit de grootste crisis wordt van het land. Dat het echt ongekend gaat worden. En tot op heden heb ik onvoldoende gezien en gevoeld, ook van de minister-president, dat hij echt snapt wat er aan de hand is. Want hij heeft het weer over huishoudens. Terwijl ik het heb over gezinnen, over mensen, over kinderen. 300.000 kinderen in armoede straks. Die niet meer fatsoenlijk met een volle maag naar school gaan. Niet meer met fatsoenlijke kleding weg kunnen gaan, boodschappenkarren die niet meer gevuld kunnen worden, mensen keuzes moeten maken op mensen aan af te rekenen, boodschappen moeten inleveren omdat ze het geld niet meer hebben. En ik wil een kabinet dat daarvoor strijdt, dat dat de enige echte crisis is waar ze rollenbollend voor over straat gaan, omdat dat het hoofdpunt is van hun hoofdpijn, van hun angst en hun zorgen. En dat voel ik op de heden niet. En ik vond het heel terecht daarom dat we het debat daarover zouden voeren. Dat lukte niet. Maar ik hoop dat het kabinet snapt dat dat wel onze hoofdpijndossier is. En dat dat echt onze echte zorg moet zijn. Dat snappen wij. En dat snappen we met dezelfde gevoelens en dezelfde emotie. Klinkt zo zwaar, maar ik denk dat ik dat in dit geval mag zeggen tegen mevrouw Kuiken. Ik snap het ook bij haar. Ik weet het ook van haar. Dat geldt voor mij, dat geldt voor het hele kabinet. Daar denken wij hetzelfde over. Maar ik wil hier ook niet vanuit het kabinet verwachtingen wekken waarvan ik nog niet zeker weet dat we ze kunnen waarmaken. Dat is mijn punt. Maar verder eens met mevrouw Kuiken. De heer Van der Staaij, SGP. Ja, voorzitter, de discussie ging nu naar het belangrijke onderwerp van de koopkracht. Maar ik dacht dat er nog een paar vragen op stikstof lagen. Of de minister-president moet zeggen, ik heb die gaandeweg al beantwoord in de interrupties. Dan zou ik daarover in ieder geval nog wel een vraag willen stellen. Want we hebben er over gesproken uit oogpunt van staatsrecht. Uit oogpunt van wat is de ruimte om voor ministers om afwijkende geluiden te laten horen. We hebben gesproken vanuit de politieke invalshoek, coalitiepolitiek, gebondenheid aan regeerakkoord. Dat snap ik allemaal. Maar tegelijkertijd zou ik graag ook nog de minister-president willen horen over het punt. Hij heeft zelf werkbezoeken afgelegd. Niet alleen het CDA, andere partijen hebben dat gedaan. En we hebben wel gezien dat plannen die
in een regeerakkoordtijd opgeschreven zijn, wel een enorme impact hebben in het landelijk gebied. U heeft provinciebestuurders ook gehoord, wij allemaal, de boeren, de andere bedrijven die ermee te maken hebben. En mijn vraag is, wordt ook die oogst nog een keer opgehaald en wordt gezegd van wacht eens even, wat is hier aan de hand? Is er reden tot bijstelling nog van het beleid? Dat is toch ook een heel normaal beleidsproces. En ik zou het ontzettend jammer vinden dat door alle politieke getouwtrek dat normale beleidsproces van we kunnen aan de tekentafel iets opschrijven, maar hoe pakt dat nou in de praktijk uit en moet dat aanleiding geven tot bijstelling, dat dat hoofdstuk ook wel gewoon wordt gevolgd? De minister-president. Dat snap ik. De marges zijn smal tegelijkertijd. En dat zit hem erin dat we natuurlijk al heel erg lang met het probleem worstelen. Eigenlijk al in serieuze mate is het teruggekomen in mei 2019. Met het afwijzen door de Raad van State van de toen programmatische aanpak stikstof. We hebben toen met het vorige kabinet hard gewerkt om een eerste pakket op de rails te krijgen om het probleem op te lossen. En dit is eigenlijk de hele grote volgende stap, met ook een enorm bedrag wat ervoor vrijgemaakt is, om op al die fronten eraan te werken. Maar de eerlijkheid is ook dat de marges smal zijn. We hebben te maken met veel gerechtelijke uitspraken. Dus nog even los van het betoog, wat ik ook helemaal snap van allerlei partijen die wijzen op de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem en de verzuring, is er ook een hele praktische kwestie. En dat is dat het aanleggen van wegen en het bouwen van woningen en het verder ontwikkelen van het land of het creëren van projecten om de energietransitie mogelijk te maken, langzamerhand beginnen aan te lopen tegen de grenzen van al die juridische uitspraken. En dat heeft te maken met het feit dat er zoveel stikstof is en ook zoveel te veel, dat we er echt in moeten slagen om dat snel terug te brengen. En dat betekent dus dat je met elkaar het gesprek moet voeren. Hoe kun je dat doen op een manier dat er voor de boeren een perspectief blijft? Die vraag is ook gesteld door een aantal. Hermans, anderen stelden die vraag. We werken op dit moment heel hard. Staghouwer voorop natuurlijk. Maar het kabinet is er uiteraard ook breed bij betrokken, omdat dat heel veel portefeuilles raakt, aan wat is gaan heten het perspectief voor de agrarische sector. Waar kun je een eerlijke boterham verdienen? Hoe zorg je ervoor dat als een boer besluit, oké, dan ga ik met wat minder koeien verder, dat er toch een eerlijke boterham, een eerlijke verdienmodel klinkt weer zo VVD, maar in ieder geval dat er een voldoende economische mogelijkheden zijn voor dat bedrijf om door te gaan. En dat gesprek zijn we aan het voeren. En daar zijn ook die gesprekken van Remkes zo belangrijk voor. Al die aspecten komen daar voorbij. Maar stel nou dat ik in Koudum laatst in Friesland een gesprek heb met boeren en zeg, ja, ik zie nu wat een enorme impact dit heeft. En ja, weet je, dan laten we dan maar niet de 50%, 74% waar we het net met Van Hagen over hadden, of laten we dan maar niet 2030, laat maar zus of zo. Dan weet ik welk enorm risico we nemen, ook weer met het feit dat, nou, één, er loopt nog een derogatiekwestie in Brussel. En die kijken natuurlijk met argusogen naar de vraag of wij hier toch weer gaan marchanderen, dat begrijp ik ook. Die willen natuurlijk echt dat er nu een keer wordt doorgepakt, omdat het al zo lang duurt. En twee, we zitten gewoon nationaal met onze gerechtelijke uitspraken. Dus die marges zijn smal. Die marges zijn echt smal. Heer Van der Staaij. Voorzitter, ik besef dat er inderdaad ook die bestuurlijk-juridische, dat is bij eerdere wetgeving ook al gesproken, fuik soms ook in zit dat als je een stap wil zetten, dat het heel lastig is om dat ook weer juridisch overeind te houden. Tegelijkertijd betekent dat ook toch niet dat wij blind moeten zijn hoe de uitkomst is. Dat het ook bij de politiek hoort van echte afweging van belangen en waarden. Om op een gegeven moment te zeggen, maar dit kan niet. Hier zit nog wel een mogelijkheden om hier aan tegemoet te komen. Door net wat meer ruimte soms te nemen. Dat kan je toch niet op voorhand dan dat barricaderen. Nee, dat snap ik. Je bestuurt niet met een blinddoek op, zelfs spreek het niet. Alleen, ik wil ook niet omgekeerd de indruk wekken weet je niet dat meneer Van der Staaij dat zegt, maar dat mensen die het debat volgen denken, oh, het kan ook helemaal anders. Je kan misschien een veel lagere percentage of het kan ook in 2040. Dat is echt niet zo. Wij moeten echt nu vaart maken. En het liefst zou je natuurlijk willen dat die gebiedsgerichte processen nu snel beginnen en dat die ook echt de eerste, misschien boeren die toch al wilden stoppen. En zeker als het in de buurt van Natura 2000 gebied is, dat gaat ook enorm helpen. Dat helpt je ook weer bij, nou, de hele vraag van de pasmelders moeten we nog oplossen. Daar is natuurlijk een heel pakket voor gemaakt van 250 miljoen net voor de zomer. Maar dat lost het ook niet helemaal op. Dat is ook zo'n vraag van de boer. Ja, de pasmelders, we hebben natuurlijk niet ergens nog een boom met stikstofruimte. Dus die moeten we dan ook weer met elkaar creëren. Ook daar wordt in het kader van de gesprekken van Remkes op dit moment intensief naar gekeken. Ook met de provincies, ook met de boerenorganisaties. Wat kun je doen om ook dat vraagstuk van die pasmelders, en ik noemde al het punt van depositie en emissies, om dat allemaal, om daar allemaal antwoord op te formuleren. Heer Van der Staaij. Tot slot, minister-president zegt, die gebiedsgerichte processen moeten echt beginnen. Maar
ik stel vast, en de minister-president zal die verhalen ongetwijfeld ook gehoord hebben, dat juist die gebiedsprocessen soms heel goed al lopende waren, maar dat die juist stil zijn komen te vallen of onder druk zijn komen te staan door bepaalde uitspraken van dan en dan moet het wie het onmogelijk maakt om daaraan te voldoen. Dus zou de inzet ook niet juist op gericht moeten zijn om die gebiedsgerichte processen te ondersteunen in plaats van te doorkruisen? Ja, maar even vanzelfsprekend. Maar dan is even de vraag of wij die onterecht door verkeerde acties hebben doorkruist. De kabinetsdoelstellingen zijn ook nodig om uiteindelijk ook weer het juridische, los van de biodiversiteitsvraagstukken en de verzuring, et cetera, zijn die ook nodig om uiteindelijk de juridische ruimte te creëren. Niet alleen om de pasmelders op te lossen, maar ook om uiteindelijk de bredere economische activiteit in Nederland de ruimte te geven, waarbinnen voor de boeren een toekomst moet zijn. Een sterke boerensector. En die kan er ook zijn, daar ben ik van overtuigd. De heer Omtzigt. Dank u wel, voorzitter. En goed om te horen dat het kabinet kijkt hoe het uitgepraat wordt. Maar als ik zie dat als de minister van Buitenlandse Zaken probeert om de minister-president een hand te geven, dat hij geweigerd wordt, aan zijn neus zit, en de minister van Sociale Zaken dat dan ook doet. Heel goed. Nee, dat meen ik echt, want je moet kunnen samenwerken op het moment dat dat nodig is. En ik zag echt wat anders. Ik heb geen hand geweigerd, hoor, echt niet. Oké, die indruk gaf. Nee. Dat heb ik dan maar geen herinnering aan. Voorzitter, ik had 3 specifieke vragen gesteld. De eerste was of de heer Remkes zijn opdracht. Is het een opdracht om binnen het regeerakkoord te blijven? Of mag hij een advies voorleggen dat afwijkt van het regeerakkoord? De tweede vraag. Mag ik ze per stuk doen, anders moet je ze los zijn. Ja, maar voor de eerste geldt dat Remkes de ruimte heeft om die gesprekken vorm te geven. Dat hij weet dat voor het kabinet natuurlijk het regeerakkoord geldt. Maar hij heeft de ruimte om die gesprekken vorm te geven. Er is ook geen precieze omschrijving wat hij moet opleveren. Hij is aan het nadenken volgens mij nu wat hij oplevert. Of dat een advies is of reflecties, ik weet het allemaal niet. Dat gaan we nog zien. Die gesprekken zijn nog niet klaar. Dus dat hebben we echt opengelaten. Maar het is helder dat voor het kabinet natuurlijk daar geldt het geheel van de afspraken in het regeerakkoord die staan. Nog even heel concreet, ga de heer Omtzigt even helpen. Mag dat dan ook buiten het regeerakkoord liggen? Ja, Eén is dan de vraag, waar komt Remkes mee? En als Remkes met dingen komt, zullen we die als kabinet moeten beoordelen. Maar voor het kabinet zal dan natuurlijk het regeerakkoord ons plechtanker zijn. En de opdracht is niet om het te vinden binnen het regeerakkoord. Dat was nee, niet letterlijk volgens mij. Als ik die stukken lees, kom ik dat niet tegen. Die brieven zijn verspreid. Dat staat daar volgens mij niet in. Dat hoeft ook niet. Okay, de heer Omtzigt. Nou, voorzitter, het staat niet in de brief die vandaag geschreven is. Dus de brief aan Remkes zegt niet, u moet u aan u aan het regeerakkoord houden. Maar in bijlage 6 bij die brief staat wel dat aan de Kamer gezegd wordt dat hij geacht wordt te gaan het regeerakkoord houden. Okay, laat ik zo zeggen, dat vind ik daar zit een dubbelzinnigheid in. En u snapt dat ik graag opheldering wil hebben over die dubbelzinnigheid. Dus de opdracht nou, doe het binnen het regeerakkoord. Of de opdracht, ja, tuurlijk probeer je aan het regeerakkoord te houden. Nee, les 1 is niet, ga ervan afwijken. Maar is die vrijheid er? En dat is geen marginaal verschil. En dat is waarom ik die vraag hier stel en eigenlijk ook al een aantal keer schriftelijk gesteld heb en daar geen duidelijk antwoord op krijg. Dus de heer Remkes kan gewoon komen met een voorstel dat afwijkt van het regeerakkoord en dan wordt het gewogen door het kabinet. Het kabinet neemt het niet blind over, dat snap ik ook. Dat is ongeveer de volgorde die we hier zien. Misschien is het heel veel op misstand dat veel mensen het hebben over Remkes als bemiddelaar. Dat is hij niet. Hij is een gespreksleider. En hoe de gespreksleider uiteindelijk terugrapporteert, dat is nog aan hem. Ik heb daar van hem nog geen definitieve uitspraak over gehoord hoe hij gaat terugrapporteren. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter, dan wacht ik gewoon even zo wat de minister van Buitenlandse Zaken erop zegt. Ik heb een allerlaatste vraag. We hebben best wel uitgebreid mogen vernemen hoe het in het kabinet aan toe ging. En ik snapte voor het eerst waarom de minister-president niet altijd voorstander is van openheid hoe er in het kabinet gesproken wordt. Want als je een beetje ruzie wilt maken, en dat mag ook, vind ik, in een kabinet. Sterker nog, als je dat nooit zou doen, dan zou je geen open discussie hebben. Maar ik vraag af, het is volgens mij is van 2-1. Of het verhaal klopt niet, nou, dan kunt u je zeggen, het ging niet zo. Of het verhaal klopt wel, ja, en dan is het toch echt gewoon gelekt uit de ministerraad. En dan is er een ambtsmisdrijf gepleegd. Dus welke van die 2 is het precies? Voorzitter, zoals ik al zei, ik ga niet in op berichten in de media of daar commentaar op geven over wat er al of niet in de ministerraad besproken zou zijn. Ik heb het al een paar keer gezegd in het debat. De heer Omtzigt. Nee. Ik zag de heer Dassen net staan voor interruptie. Ja, eerst de heer Klaver. Ja,
De heer Klaver, GroenLinks. En dan de heer Wasserkam misschien. Voorzitter, de heer Omtzigt raakt net een heel cruciaal punt. En dat gaat over de brief van 1 juli die aan de Kamer is gestuurd. Over de instelling van het aanstellen van Remkes. En daarin staat, de voorgestelde gesprekken dienen er niet toe om de doelstellingen en uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord en het NPLG ter discussie te stellen. Staat dat nog steeds? Vraag ik aan de minister-president. Ja. Dus het is expliciet niet de bedoeling dat de doelstellingen en de uitgangspunten zoals ze in het regeerakkoord staan, dat die ter discussie worden gesteld, dus dat die in de aanleiding van dit proces veranderen. Nee, alleen wat ik erbij zeg, en dat maakt het zo ingewikkeld, dat wekt de indruk alsof Remkes een bemiddelaar is, en dat is hij niet, met een soort bemiddelingsvoorstel komt. Hij is gespreksleider en hij moet zelf nog beslissen over wat hij uiteindelijk oplevert. Maar die brief staat. Ja. Tot nog even de heer Klaver. Ja, voorzitter, ik zei het u net al, ik probeer mijn vragen echt kort te formuleren, maar iedere keer ontstaat de verwarring. Er is een brief, 1 juli, de Kamer is geïnformeerd. Ja. Daarin staat dat de doelen en de uitgangspunten uit het coalitieakkoord geen onderdeel zijn van de gesprekken. Dat dat niet de bedoeling is dat die worden aangepast. Mm-hmm. Mijn vraag is, staat dat nog? Dat is een hele simpele ja of nee. Staat. Dank u wel. Absoluut. Ja, als er kan. Ja, voorzitter, en nog even tot slot. Is het dan mogelijk dat de heer Remkes met een voorstel komt waarbij hij zegt, een groot deel van die stikstofreductie doen we in 2030, maar voor een klein deel kan dat ook later? Ja, maar luister, de Kamer heeft verzoek gedaan aan het kabinet om zo'n gespreksleider in te stellen. Dat was een voorstel van het CDA, is toen door de meerderheid overgenomen. Die gesprekken zijn nu gaande binnen de Kamer zoals geschetst in die brief. En het is verder aan die gespreksleider wat hij uiteindelijk oplevert. Daar ga ik mij natuurlijk niet over. Het heeft ook niet zoveel zin om een gespreksleider aan te stellen als je op voorhand al zijn eindverslag schrijft. Als al überhaupt een eindverslag komt. Misschien komen er reflecties, misschien komt er niks, we zien het wel. Ja, als kan. En voorzitter, we stellen vast dat hij niet mag afwijken van, zoals op 1 juli in de brief geschetst, van het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord schrijft voor 2030, geen uitzondering. De vraag is of de heer Remkes de mogelijkheid heeft om toch aan te geven dat, en daar gaat het natuurlijk wel, die kant gaat het wel op, dat een groot deel van die stikstofreductie in 2030 is gerealiseerd, maar dat voor een klein deel dat in overleg ook in 2035 of later kan. Kijk, die gesprekken gaan over heel veel zaken. De provincies hebben bijvoorbeeld over dit punt de aandacht gevraagd. De boeren hebben vooral aandacht gevraagd voor het vraagstuk van depositie en emissies. Anderen hebben aandacht gevraagd voor het verdienmodel. Uiteindelijk is niet bekend hoe Remkes uiteindelijk ons kont zal doen van zijn bevindingen. Het zijn ook geen bemiddelingsgesprekken. Hij begeleidt die gesprekken. Hij is een gespreksbegeleider. En de context is geschetst in de brief van de Kamer. Ja, als ik kan. Voorzitter, ik krijg elke keer een procesbeschrijving over datgene wat met Remkes is afgesproken en wat de verwachting is van de minister-president. Dat is mijn vraag al voor de derde keer niet. Kijk, we zitten hier met elkaar terug van reces, omdat de chef van het CDA, die ook minister van Buitenlandse Zaken is en onderdeel is van het kabinet, eigenlijk heeft gezegd, ik ben niet tevreden over dat proces zoals dat nu loopt. En ik vind dat er meer ruimte moet zijn om bij maatwerk, bij uitzondering, na 2030 de stikstofreductiedoelen te halen, in plaats van 2030 die nu in het coalitieakkoord staat. Mijn vraag aan de minister-president is heel simpel. Is het mogelijk dat de heer Remkes met een voorstel komt waarbij hij die stikstofreductie in zijn geheel niet in 2030, maar later realiseert op onderdelen en dat dat dus niet in lijn is met het coalitieakkoord? En nogmaals, dat wekt de indruk dat hij met voorstellen gaat komen. Dat weten we helemaal niet. Kijk, Remkes is een gespreksbegeleider. Hij probeert door die gesprekken ook partijen natuurlijk met elkaar in gesprek te laten gaan over al die aspecten. De provincies en de gemeenten en de boeren en de tussenhandel en iedereen en de mensen die het veevoer leveren en noem maar op. Dat zijn de gesprekken die gaande zijn. Hoe hij daar uiteindelijk over rapporteert of niet en in welke vorm, dat is echt aan hem. De kaders zijn bekend. Ja, ja voorzitter, volgens mij, ik had 9 interrupties, hè? Ik ben zo'n beetje op 4, denk ik, hoewel ik er 3 vernacheld heb, omdat ik geen antwoord krijg op mijn vraag. Het is iets meer. Ja, u houdt mij scherp, daar ben ik altijd blij mee. De heer Remkes kan dus zelf bepalen op welke wijze, met welke inhoud, hij welke informatie en welke rapportage deelt met het kabinet. Hij is de gespreksbegeleider, dus hij zorgt ervoor dat het kabinet en allerlei sectoren met elkaar in gesprek zijn. Dat was een gedachte die hier in de Kamer ontstond, dat dat dienstig kon zijn om gedurende de zomer en vooral augustus met wat voorbereidende gesprekken door hemzelf te proberen dit hele grote vraagstuk van de stikstofreductie in samenhang van al die andere doelstellingen van
water en methaan en luchtkwaliteit, om dat met elkaar in balans te brengen. Die gesprekken zijn gaande. Die zijn nog niet klaar, dat gaat nog wel enige tijd duren. En uiteindelijk is het natuurlijk ook aan die gespreksbegeleider om te kijken, hoe ga ik daar, wat doe ik daarmee? Kom ik met een verslag, of met reflecties, of met niks? Of komen partijen zelf met iets waarvan ze zeggen, hey, het is weer goed? Dat is natuurlijk aan de eerste plaats aan hem. Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Dassen van Volt. Dank voorzitter, want ik wilde graag nog even terug naar de koopkracht. En daarbij wil ik aansluiten wat mevrouw Kuiken net zei. Want we hebben de afgelopen maanden, vorig jaar eigenlijk al mee begonnen, gewaarschuwd voor wat komen gaat. We hebben heel veel oplossingen vanuit de Kamer aangedragen. Daar is elke keer op teruggekomen dat het allemaal niet kon. En ook nu lezen we eigenlijk dat de reactie van de minister van Economische Zaken bijvoorbeeld zegt van dit hadden we niet verwacht. Tegelijkertijd lees ik wat de Belgische premier op dit moment zegt. Die zegt, de komende winter gaat ontzettend moeilijk worden. Maar niet alleen de komende winter, maar de komende 5 winters. De komende 10 winters. En dat staat enorm veel van ons vragen. Maar wij, als regering van België, gaan er voor de mensen zijn. Wij gaan met daadkrachten ervoor zorgen dat mensen op onze steun kunnen rekenen. En als ik hier dan hoor het interruptiedebat tussen de minister-president en mevrouw Kuiken, dan krijg je toch het gevoel dat dat niet is wat hier uitgesproken wordt. Maar dat het veel meer is, we gaan kijken, maar ik kan niks beloven. Kan de minister-president wel uitspreken dat die Nederlanders, die het deze winter, die de komende winters, het ontzettend zwaar gaan krijgen, dat de minister-president er alles aan gaat doen, elke dag, om te zorgen dat dit kabinet er voor de Nederlanders gaat zijn die door het ijs zakken. Okay. En niet dat er alleen maar gekeken wordt naar wat kan, kan het wel, kan het niet. De minister-president. Nou, ik heb ook die uitspraak van Alexander de Croo gezien en die maak ik graag tot de mijne. Ik ben het daarmee eens. De heer Dassen, nee. Ja. Ja, voorzitter. Het is de manier waarop de minister-president het zegt wat mij het gevoel geeft dat hij dat niet helemaal tot zich neemt. En deze crisis en de komende maanden zal ook vragen om zichtbaarheid richting de Nederlandse bevolking en ook de manier waarop je dat laat zien en waarop je dat uitspreekt en waarop je mensen meeneemt. En dan kan dat niet alleen maar zijn met ik maak die woorden graag de mijne. Dan verwacht ik iets meer van de leider van ons land. Nou, dat ben ik niet. Gelukkig heeft Nederland geen leider. Dat zijn de kiezers in de democratie. Maar toch even met de heer Dassen. Ik ben het zeer met hem eens dat dat natuurlijk met wat meer emotie mag. Maar toch even in alle ernst. Dit kabinet is bezig met de besluitvorming voor Prinsjesdag. U kunt niet van mij nu als premier van het kabinet vragen, waar kom je mee met Prinsjesdag? U kunt wel mij vragen, zoals Alexander de Croo dat in België goed geformuleerd heeft, sta jij naast en achter de Nederlanders die in de problemen zitten. Zonder hier de verwachting te gaan wekken dat we alle problemen kunnen wegnemen. We kunnen niet problemen compenseren. We kunnen wel dempen. En we hebben laten zien dat we dat doen. Met een pakket van bijna 7 miljard. Wat, als je kijkt naar onze economie vergelijkt met de Duitsers, meer is dan Duitsland doet. En Duitsland wordt heel vaak aangeroepen als voorbeeld van hoe je het moet doen. En ik denk terecht, Duitsland heeft hele goede maatregelen genomen. Wij doen per saldo meer zelfs dan de Duitsers. Dus het is niet zo dat we niks deden. De vraag is nu, wat ga je extra doen? Voor 2023, ik kan er nog iets voor 2022. Maar ik kan op de inhoud niks zeggen. Dat ga ik ook niet doen. Het is ook hoogst ongebruikelijk, voorzitter. Om daar een debat over te hebben. 4 weken voor Prinsjesdag, terwijl de besluitvorming daarover nog gaande is. Dus als u vraagt aan mij, erken je dit probleem? Ik heb het nu meerdere malen gezegd. Ja, ik schrik ook van die berichten over kinderen en hoe zij eraan toe zijn. En alle andere armoedesignalen. Maar ik wil nu ook niet naar Nederland met een leeg verhaal komen als we nog geen besluit hebben genomen. En die zijn er nog niet. En dat is ook logisch. Want die besluitvorming van Prinsjesdag, die is nu gaande. Heer Dassen. Ik denk dat er in Nederland meerdere leiders zijn. De minister-president zou er daar één van moeten zijn. En die rol zou hij ook met verve op zich moeten nemen. Ook in deze tijd. En ik begrijp heel goed dat er niet concrete oplossingen nu besproken gaan worden vandaag. En dat dat richting Prinsjesdag gaat gebeuren. Maar wat ik van de minister-president wel vraag, is de intentie waarmee die de komende weken richting Prinsjesdag gaat. En dat doet de Duitse minister, die spreekt dat uit, dat hij voor de mensen zal vechten die door het ijs dreigen te zakken. Dat is precies hetzelfde wat we in België horen. En dat is ook wat ik verwacht van deze minister-president
niet alleen maar nu tijdens dit debat, maar de komende weken, om te zorgen dat mensen het vertrouwen kunnen hebben dat deze winter en ook de komende winters dat de minister-president voor hen daar gaat zijn. En daarbij wil ik de minister-president oproepen om dan ook bij Prinsjesdag met een plan te komen, niet alleen maar voor 2023, maar voor de komende 5 jaar, hoe wij hiermee omgaan als land. Minister-president. Nou, dat laatste laat ik even liggen, want wij gaan in ieder geval komende begroting voor 2023. We kijken nog, maar het is heel lastig. Ik heb dat net allemaal betoogd, wat er eventueel nog dit jaar kan. Maar verder ben ik het eens met de heer Das. En als ik zeg, hij zijn leider van het land. En dat is gewoon een term waar ik als democraat moeite mee heb. Maar natuurlijk ben ik tenminste één van de leiders. Dat ben ik met hem eens. Hij trouwens ook. Dank u wel. De heer Wilders, PVV. Mevrouw voorzitter, dit wordt de grootste ramp van Nederland. We krijgen, ik zag vorige week op de voorpagina van het Algemeen Dagblad een huisarts die zei dat hij op huisbezoek was bij een mevrouw van 80 in Rotterdam die af was gesloten van het gas en op vaccinelichtjes moet koken. Ik heb zelf van de collega's hier al voorbeelden genoemd in de debatten voor de zomer van mensen die hun medicijnen niet kregen, ja, van de apotheek, hartpatiënten. En allemaal schrijnende verhalen van mensen die al wekenlang een bakje rijst om de zoveel dagen kunnen koken. Dit wordt de grootste ramp van Nederland. En ik wil ook niet en ik accepteer ook niet een intentieverplichting. Ik eis van u een resultaatsverplichting. Ik wil van u horen dat ouderen, jongeren, mensen met een minimuminkomen, maar ook mensen met modaal of hoger, die gezinnen die nu in de problemen komen, dat die niet zullen worden afgesloten van het gas deze winter. Ik wil die harde garantie hebben en kom er niet aan met het verhaal dat u al heel veel heeft gedaan met uw 6 en 7 miljard. Want u heeft aan extra gasbaten en u heeft aan extra btw-opbrengsten al meer dan 10 miljard binnengehaald. De overheid profiteert meer van de ellende van de burgers dan dat ze terug heeft gegeven aan de burgers. U zult dus veel meer moeten doen. Maar behalve het geld en de bedragen en hoe u het doet, wil ik de garantie van deze minister-president. Mensen kunnen sterven in deze hongerwinter. Je zal maar thuis zijn met een gezin of als een oudere, een AOW'er van boven de 70 of de 80 en je verwarming niet aan kunnen zetten terwijl het vriest maandenlang. Die mensen hebben niets aan een inspanningsverplichting. Die willen een resultaatsverplichting. En ik wil, samen met de collega's die er eerder oprecht over spraken, van u nu een inspanningsverplichting horen, een resultaatsverplichting, dat die mensen om te beginnen niet van het gas zullen worden afgesloten. Wil je mij dat beloven? En die ga ik niet geven. Die kan ik nooit op het individuele niveau geven. Dus die komt er niet van mij vandaag. Verder ben ik het helemaal eens met het betoog van de heer Wilders. Dat verhaal van die huisarts had ik ook over gehoord. Over die vaccinelichtjes was verschrikkelijk. En ik herinner mij heel scherp de voorbeelden die hij noemde voor de zomer. Toen we het laatste debat hadden hier over koopkracht. En dat is voor mij motivatie. En dat geldt ook voor de minister van Sociale Zaken en het hele kabinet. Om ervoor te zorgen dat wij met een goed verhaal komen op Prinsjesdag. Om zowel de kinderarmoede als de problemen met de mensen met een werkenden met een laag inkomen, de mensen met een middeninkomen, alle groepen die we ook vorige keer met elkaar besproken hebben, uiteraard de mensen die afhankelijk zijn en die op het sociaal minimum zitten, om die, als het kan nog dit jaar, maar in ieder geval ook volgend jaar, voldoende te ondersteunen. Ik ga niet hier de garantie afgeven dat ik op individueel niveau kan garanderen dat nooit iemand wordt afgesloten. Dat kan niet. De heer Wilders. Ik wil van u de garantie, en dan heb ik het niet over mensen die frauderen of wanbetalers, dan heb ik het over ouderen, dan heb ik het over gezinnen, dan heb ik het over minima of werkenden die gewoon hun best doen en altijd hun rekening netjes betalen, maar het niet meer kunnen betalen omdat de energierekening van 200 euro per maand naar 5, 6, 7, soms zelfs 800 euro is gegaan. En die mensen die buiten hun schuld, die niets verkeerds hebben gedaan, die mevrouw van 80 waar u ook over gelezen heeft, die overleeft de winter misschien niet zonder verwarming. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Dat mag in een land als Nederland toch niet gebeuren? Dan mag ik toch van u als minister-president vragen dat de mensen die buiten hun eigen schuld niet meer de rekening kunnen betalen, dat die niet worden afgesloten van het gas en van de elektriciteit. U kunt toch gaan spreken met de gas- en energiebedrijven om ervoor te zorgen dat in dit soort gevallen ze de mensen niet afsluiten. Dat is toch een kwestie van fatsoen, meneer de minister-president. De minister-president. Die categorische toezegging ga ik hier niet doen. Dat kan echt niet. Dan verkoop ik ook knollen voor citroenen. Verder kunt u ervan zeker van zijn of dat nou de minister van Sociale Zaken is, of ik zelf of het hele kabinet. Dat geldt ook overigens voor de minister die gaat over klimaat en energie. De minister van Economische Zaken, dat wij natuurlijk knokken om zo goed mogelijk dit probleem in goede baan te leiden. Mevrouw de voorzitter, daar hebben die mensen niks aan.
Die hebben er niks aan dat u goed gaat knokken. Mijn mailbox en die van de collega's zit tot hier vol van mensen die zeggen, ik kan het niet meer betalen. Ik kan de verwarming niet aanzetten dit weekend, deze winter. Ik ben nu al afgesloten. Ik kan mijn boodschappen niet doen. Ik ben hartpatiënt en ik kan mijn eigen risico niet meer betalen. En ik krijg mijn medicijnen niet mee. En die hoort dan die minister-president zeggen, dat kan ik niet doen, dat kan ik niet doen. U gaat dadelijk lekker naar huis en u zet de verwarming aan. En als u ziek bent, en dat gun ik u, dan kunt u uw medicijnen krijgen. Dat verdienen die mensen ook. En waarom bent u dan niet bereid om naar de energiebedrijven te gaan en met ze afspraken te maken? En dat kunt u toch proberen. U kunt toch naar ze toe gaan zeggen, jongens, één ding. Ik wil niet dat er deze winter met een exorbitante energie- en gasrekening, dat mensen daarvan de dupe worden. Ik ga jullie helpen, desnoods doet u dat via de energiebedrijven, maar u zorgt ervoor, verdorie, mevrouw de voorzitter, dat mensen, ouderen, gehandicapten, mensen met een gezinnen met een laag of hoger inkomen, dat die niet in de winter doodvriezen thuis. Dat mag ik toch wel van u vragen. Minister-president. Ja, voorzitter, ook dat type discussies zijn we intensief over in gesprek in het kabinet en natuurlijk ook met alle maatschappelijke partijen, om te kijken hoe kun je voorkomen dat mensen in zo'n situatie komen. Ik kan daar nu niet op vooruit lopen. Die gesprekken zijn gaande en ik kan hier nu niet een categorische toezegging doen. Dat gaat niet. Maar uiteraard wat hij hier schetst, en ik schetste al, of het nou Jette is, trouwens ook Schouten, die gaat over armoedebestrijding. Iedereen is op dit moment in het kabinet die daar betrokken bij is, aan het kijken naar alles wat we kunnen doen. Om ook bijvoorbeeld als het gaat om energiebedrijven te bezien wat zijn de mogelijkheden. Maar ik kan daar nu thans hier geen harde toezeggingen over doen. Ik wil dan ook zeker weten dat ik het kan waarmaken. Dus ik snap wat Wilders zegt, voorzitter. Ik snap ook, en ik weet ook dat hij dat ook echt vindt. Ik vind dat zelf ook. Maar als bestuurder vind ik het ook mijn taak om dan ook zeker te weten dat ik kan waarmaken wat ik hier zeg. En daar zijn we over in gesprek, dat kan ik nu niet doen. Voorzitter, tenslotte, het gaat mij daar helemaal niet om dat de president het met mij eens is of snapt wat ik zeg. Het gaat mij om die mensen thuis. Het maakt me niet uit wat u van mij vindt. Ik sta hier voor die miljoenen mensen die in de problemen komen. Ja, maar ik kan daar niets aan veranderen. U wel. U bent ingehuurd, bent minister-president, u bent de leider van een kabinet. U kunt ervoor zorgen dat het verandert. Het enige wat ik kan doen, is namens meer dan 1 miljoen kiezers en misschien nog meer mensen, voor u ervoor pleiten dat zij de winter doorkomen. Dat ze boodschappen kunnen doen, dat hun kinderen aangekleed naar school kunnen, dat ze niet van de verwarming worden afgesloten. Dat kunt u doen, ik kan dat niet. Ik kan dat alleen naar u vragen en ik hoop dat u het doet. En dan hoort daar ook bij, als voorman van het kabinet, dat als ik daar dingen over zeg, dat ook zeker weet dat ik het kan waarmaken. En dat kan ik op dit moment nu hier niet. Dat type gesprek is allemaal gaande. De heer Omtzigt. Voorzitter, artikel 20 van de grondwet is verschrikkelijk duidelijk. Bestaanszekerheid is voor van zorg. En Nederlanders die niet in hun bestaan kunnen voorzien, hebben bij wet te regelen recht op bijstand van overheidswegen. Nu hebben we te maken met 1,2 miljoen mensen. We hebben te maken met een regering die de doelstelling uit het regeerakkoord bij stikstof kijken we of we er 0,1% naast zitten. Maar bij de kinderarmoede zitten we er 200.000 kinderen boven. Als u er daar nou net zo hard op zou zitten bij stikstof, dan zouden we hier een ander debat gehad hebben. Dus mijn vraag is heel duidelijk. De Nederlandse regering heeft 0 euro extra gasbaten opgenomen in de begroting. Het blijken er 10 miljard te zijn, waardoor we nauwelijks tekort hebben dit jaar. De Nederlandse regering wordt steenrijk van de gaswater, waardoor meer dan 1 miljoen huishoudens, dat zijn gezinnen, alleenstaanden, kinderen, geen kinderen, ouderen, noem het op, de verwarming uit moeten zetten of op 12 graden of in armoede vervallen. Is de regering bereid die 10 miljard niet algemeen te versmetsen met lagere belasting op benzine, maar te gebruiken tot de laatste cent om ervoor te zorgen dat die huishoudens die hun energierekening en voedsel niet kunnen betalen, omdat ze gewoon het geld niet hebben, dat zijn die hardwerkende Nederlanders waar vroeger hier politici voor stonden, om die huishoudens tegemoet te komen? Minister-president. Voorzitter, Marga Klompé was degene die toenmalig prominent in de KVP van genade tot recht, de Algemene Bijstandswet. Ik had zelf bij het begin van mijn politieke loopbaan ook op dat terrein van de bijstand mogen werken met de wetwerk en bijstand. Dat is mij zeer na aan het hart. Dat in dit land mensen die dreigen door de bodem heen te zakken, dat wij die met elkaar opvangen. Daar is die wet voor. Daar is ook de bijzondere bijstand voor.
Dat in reactie op artikel 20 grondwet. En nu de algemene vraag van de heer Omtzigt. Ik ga niet hiervoor uitlopen. Dat kan politiek onmogelijk. Dat ga ik gewoon niet doen. Dat weet ook iedereen. Op gesprekken die in het kabinet gaande zijn over de besluitvorming rond Prinsjesdag. Dat zeggen betekent niet dat ik niet zie wat het probleem is. Maar het is ook hoogst ongebruikelijk om 4 weken voor Prinsjesdag met elkaar een debat te voeren over Prinsjesdag. Dat doen we na Prinsjesdag. Bij de algemene beschouwing, dan liggen daar de kabinetsplannen. En ik noteer ook deze gedachte van de heer Omtzigt en heel veel anderen. Alles wordt opgeschreven en is onderdeel van onze gesprekken, maar ik ga daar verder niet op reageren. Omtzigt. Voorzitter, ik probeer het nog een keer. Er blijft 10 miljard over. De Nederlandse staat verdient 10 miljard extra, waardoor we het mooiste huishoudboekje van Europa hebben. En precies op dat punt zakken gezinnen door het ijs. Is dat geld beschikbaar voor gezinnen? Vraag 1. En vraag 2 is artikel 20 van de grondwet. De minister-president versmalt dat Nederlanders die niet in bestaan kunnen voorzien tot de bijstandsvoorziening. Maar het probleem is dit jaar dat het niet alleen om mensen in de bijstand gaat. Het gaat om werkende mensen, om mensen die het minimumloon verdienen, maar geen betaalbare huurwoning of een huurwoning met enkel glas hebben. En die niet kunnen verwarmen. Het gaat om mensen die een AOW hebben en dat ligt boven het bijstandsniveau in Nederland. En die ook gewoon, omdat die woning niet zuinig is, niet in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Dus erkent de minister-president dat artikel 20 van de grondwet, ja, die gaat zeker over de bijstandswet. Dat is zonder ding. Maar dat die over meer gaat dan de bijstandswet. Dat er een verplichting is op de regering om ook als mensen die niet recht hebben op de bijstand, maar totaal door het ijs zakken, om die een helpende hand te bieden. De minister-president. Het was niet mijn bedoeling om artikel 20 grondwet te versmallen tot de bijstand. En tegelijkertijd geloof ik niet dat wij hier met elkaar artikel 20 grondwet nodig hebben, om ons te realiseren dat er grote groepen Nederlanders zijn die op dit moment in de problemen dreigen te komen. En dat het dus de taak is van ons allemaal, en dat is natuurlijk de uitvoerende macht voorop, dat is het kabinet, met de voorstellen waar wij mee komen met Prinsjesdag, om te proberen daar zo goed mogelijk het hoofd aan te bieden. Te dempen, niet te compenseren, te dempen, waar dat enigszins kan. Maar dat gebeurt wel daar, bij Prinsjesdag. En ik ga niet, terwijl die besluitvorming nog aan de gang is, vooruitlopen. Ik hoor alle suggesties, worden allemaal genoteerd, maar ik ga er niet op reageren. Dat is politiek onmogelijk. Dat weet de heer Omtzigt ook. De heer Segers, ChristenUnie. Mevrouw de voorzitter, we debatteren hier naar aanleiding van een kranteninterview. Uiteindelijk ging het over 3 onderwerpen. Dat ging over onder andere opvang van asielzoekers. Dat ging over koopkracht, energierekening en ook stikstof. En eigenlijk wat daarachter zit en eigenlijk wat het thema ook van dit debat is, is dat burgers van ons vragen een overheid te zijn die er voor hen is. Die kijkt naar de noden van het land, die kijkt naar draagvlak en die dienstbaar is en die de menselijke maat in het oog houdt. Ik snap de vragen van collega Omtzigt en Wilders heel goed. Ik vind het terechte vragen, maar ik snap ook het antwoord van de minister-president heel goed, namelijk dat hij nu nog niet kan antwoorden. En dat is mijn eigen ongemak ook. De komende weken moeten daarover knopen worden doorgehakt. Maar dan toch, als het gaat om die houding van een kabinet, een houding van een overheid die dienstbaar is, die luistert, is de minister-president ook naar boeren geweest, met boeren gesproken. Ik heb zelf ook veel gesprekken gevoerd. Dan moet je constateren dat er in de communicatie dat er van alles is misgegaan. Dat mensen die dienstbaarheid en die houding van een overheid die echt het belang, het algemeen belang op het oog heeft, ook het belang van de natuur, onvoldoende in staat is om dat goed te communiceren. Het is mij ook onvoldoende gelukt, het is ons onvoldoende gelukt om te zeggen, het gaat om natuurherstel, het gaat echt om biodiversiteit, waar we allemaal van leven. Maar het gaat ook om de toekomst van het platteland. En dan op zo'n manier dat mensen daar vertrouwen in hebben. Vertrouwen in de antwoorden die er komen. Als de minister-president dan die zomer zo in ogenschouw neemt en ook zijn eigen bezoeken daar eens op reflecteert. Wat kunnen we daarvan leren? Wat kan beter? Ook in onze eigen communicatie. Nou, om te beginnen dat we in Nederland inderdaad een hele sterke boerensector hebben, die overwegend ook heel goed begrijpt wat er aan de hand is, maar wel zegt, ja, laat ons dan ook zien hoe je, als dat allemaal nodig is, hoe wij dan toch door kunnen. Ook weet het overigens dat er een behoorlijk aantal bedrijven is wat eigenlijk wil stoppen. Dat kan ook helpen als dat in de buurt van Natura 2000 gebieden zit. Maar het kan ook helpen als ze daar juist niet zitten, want dan is dat een mogelijkheid voor bij de gebiedsgerichte aanpak om bedrijven die wel door willen
en nu in de buurt zitten van zo'n natuurgebied, om op een andere plek door te gaan, als ze niet geëxtensiveerd of op een andere manier door willen gaan in de buurt van dat natuurgebied, of met technologische innovaties, noem maar op. Dat snappen ze helemaal. Maar ze zeggen wel, schiet op, breng ook het perspectief. En dat kaartje daarvan heb ook Van der Wal en ik gezegd, ja, ik zou ook niet weten hoe je het zonder moest doen, want de provincies vragen duidelijkheid. Die willen dus ook weten, in Friesland en Zuidwest is dat is weer anders dan Zuidoost-Friesland. Nou, dat zie je jammer dat kaartje terug. Daar had misschien nog meer met neolampen en waarschuwingsborden boven moeten staan. Dit zegt niks over een individuele boerderij. Dat zegt niks over wat dat betekent voor die individuele boer. Nou, dat hebben we nu denk ik heel veel proberen duidelijk te maken. En zouden we het in een tabel hebben gegoten, ja, dan was dat alsnog vreselijk in een kaartje. Maar dat kaartje heeft natuurlijk in die presentatie, dat hebben we ook erkend, heeft daarmee natuurlijk verwarring veroorzaakt. Ik denk tegelijkertijd wel dat het ook zo is dat de kabinetsvoornemens, gegeven ook de noodzaak op het terrein van biodiversiteit en juridisch, zijn heftig. En die moeten ook, en dat is een van de grote transities waar het kabinet mee bezig is, naast klimaat en de kansencrisis in het onderwijs en onze veiligheid. Maar hij is stevig. Hij is echt heel stevig. En hoe goed je het ook had gecommuniceerd, het zou altijd, denk ik, toch ook hebben geleid tot, wauw, dit is wel heel heftig en kunnen we snel in gesprek, et cetera. Dat moet ik ook, het is niet zo dat je met goede communicatie dit helemaal had kunnen oplossen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we de komende weken met elkaar in staat gaan zijn om dit proces in rustiger vaarwater te krijgen, waarbij je weer gemeenschappelijk aan de slag kan, provincies, de boeren. Maar dan hebben we ook echt iedereen in die keten nodig. En dan roep ik dus ook de supermarkten op om een bijdrage te leveren. En niet te zeggen, we verschuilen ons achter de boerorganisaties. Die moeten dan ook aan tafel komen. En dat geldt ook voor anderen die tot nu toe hebben gezegd, nou laat maar even. De heer Segers. Ik denk dat dat kan. De heer Segers. Ik denk ook dat het kan, maar het gaat wel veel van ons vragen. Ik heb zelf gezegd in de zelfreflectie dat veel van onze politiek heel technocratisch is. Voortkomt uit modellen, voortkomt uit dat wat planbureaus opleveren en die leveren goede dingen op. Maar wij moeten dat vertalen. Wij moeten dat vertalen in beleid waarvan wij duidelijk moeten maken dat dat dienstbaar is aan mensen, dat dat de menselijke maat in het oog houdt. Misschien is die, sta ik hier alleen maar een geloofsbelijdenis of een paar vrome woorden te vertellen, maar toch, het moet wel van het hart. We gaan een hele zware winter tegemoet. Dus het zal rond stikstof blijven, zal het veel van ons vragen, ja. Rond koopkracht, rond de energierekening zal het heel veel van ons vragen. En dan moet er kabinet staan, dan moet er een Tweede Kamer staan, dan moet er een overheid staan die dienstbaar is, die mensen bij de hand neemt waarvan mensen weten, we kunnen ervan op aan. Het zal niet alleen maar makkelijk zijn, het zal niet alleen maar alle pijn kunnen wegnemen, dus het zal soms dempen zijn, maar toch, dat wat wordt gedaan met het oog op de mensen voor wie we doen. En dat moet een eerlijk verhaal zijn voor zowel boeren als de natuur. Dat moet een eerlijk verhaal zijn voor mensen die nu niet rond kunnen komen. Ja. We hadden net een debat, was hier net een debat over leiderschap. Dat zal ook wat van de minister-president vragen. Absoluut. En van alle leden van het kabinet. Om daar een samenleving bij de hand te nemen. Ben ik gewoon eens met de heer Segers. En dat is ook gewoon veel. En als je de optelsom ziet van wat dit kabinet allemaal op de rails wil krijgen. Gewoon ook noodzakelijk om ons land klaar te maken voor, laten we zeggen, 2030. En stikstof is dan ook nog iets wat ook een directe, enorme juridische urgentie heeft. En daarmee ook ons verplicht om het ongelooflijk goed uit te leggen en ongelooflijk ook goed de perspectief te bieden. En onzin zo snel mogelijk te debunken. Zoals bijvoorbeeld wat Hermans terecht zei, dat het alleen maar zou gaan over verplichte uitkopen en beroepsverboden, noem maar op. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. En dat we al die grond nodig hebben dadelijk om huizen te bouwen. Nee, dat is ook niet zo. Maar goed, het is ook alle onzinverhalen snel weg te nemen. Maar dat vraagt heel veel inspanning. En dat ben ik met de heer Segers eens. Dank u wel. Ik kijk even naar de minister-president. Of die de meeste vragen zijn beantwoord. Misschien heel enkel nog, voorzitter. Ja, Volt, ik kan het kort doen over Europa. Ja, ik snap natuurlijk dat er ook landen kunnen zijn die in zwaar weer komen. En natuurlijk, dan gaan we er altijd weer naar kijken. Maar twee dingen blijven heel belangrijk. Dat herstelfonds wat we nu hebben, dat hebben we zo uitonderhandeld dat ook moet gepaard gaan met hervormingen in landen waarvan wij dachten dat dat nog meer kon. En ik moet zeggen, tot nu toe werkt dat ook. Het hervormingsprogramma van Italië, van Griekenland, is, en zeker van Italië, is een zeer ambitieus hervormingsprogramma. Ik ben natuurlijk bezorgd over de politieke crisis in Italië, maar goed, dat is de democratie daar. We hopen dat er heel snel weer een regering is die dat kan oppakken. En er zijn ook Europese instrumenten, maar het is niet altijd zo dat landen die willen gebruiken. Het Europese stabiliteitsmechanisme is er. Maar dat vraagt wel conditionaliteiten.
Dus als de heer Dassen zegt, ben jij bereid om al die instrumenten, et cetera, als dat nodig is, ook op de rails te brengen? Ja, natuurlijk. Maar Italië heeft het ESM nog niet geratificeerd. Omdat men zegt, ja, dat gaat dan wel gepaard met een programma. Ja, dat gaat gepaard met een programma. Dat klopt. Als je er geld uit wil hebben, gaat het gepaard met een programma. Dus dat is echt nog wel een lastige discussie. Daarbij ga ik proberen te voorkomen dat het een soort Noord-Zuid tegenstelling wordt als dat gebeurt, of Oost-West. Maar het vraagt ook echt iets van deze landen. Zij zullen bereid moeten zijn, Italië bijvoorbeeld met de beschermde beroepen, moet dan ook echt bereid zijn om die beschermde beroepen te openen. Want je weet dat dat heel veel extra economische groei met zich meebrengt. En pensioenstelsels in die landen, die moeten hervormd worden. Dat zit deels ook allemaal in dat herstelprogramma nu. Daar zijn ze mee bezig. Dat levert al veel meer op dan ik ooit had gehoopt toen het begon in 2020. Maar het is niet zo dat wij als Nederland dit allemaal in ons eentje kunnen. De heer Dassen. Nee, voorzitter, dat is zeker niet zo. En daarom is het ook belangrijk om daar als Europa gezamenlijk op tijd mee te beginnen. Want we hebben namelijk bij veel andere crisis gezien, waar Europa mee te maken kreeg, dat dat pas op gang kwam op het moment dat er al een grote crisis kwam. Of dat Nederland te laat was met aansluiten, waardoor het zich overviel over de manier waarop bepaalde instrumenten ingezet gingen worden. Bijvoorbeeld bij het corona-herstelfonds. Wat door de Duitsers en de Fransen al bepaald was. Nu heeft het kabinet zelf aangegeven in het coalitieakkoord dat het de voortrekkersrol in Europa wil hebben. Nu zien we dat er een enorme crisis op dit continent af aan het komen is. Mede veroorzaakt door die enorme energieprijzen, waarvan we over 2 weken weer zien dat de Nord Stream 1 pijpleiding weer dicht zal gaan. Maar de vraag weer is of die nog open gaat. Dus we weten dat er heel veel op Europa af gaat komen. Dan is toch niet alleen het antwoord, ja, we hebben een corona-herstelfonds. Dat is het corona-herstelfonds. Dus ook daarin vraagt het toch ook een beetje vooruitkijken. En daarin vraag ik aan de minister-president of hij actiever met zijn collega's in Europa wil optrekken om te zorgen dat we deze crisis samen gaan bezweren. De minister-president. Maar dat probeer ik net te zeggen. Alleen het is natuurlijk niet zo dat Nederland dat kan oplossen voor Italië. Wat Italië zelf kan doen, en nogmaals, ik ben daar positief over, want ik vind dat ze op basis van dat coronaherstelfonds wat gekoppeld is, dat was voor ons de enige manier om het te accepteren. Wij waren tegen dat coronaherstelfonds als kabinet. We hebben toen gezegd, wij kunnen dat accepteren als het ook leidt tot hervormingen in die landen, gekoppeld aan de landenspecifieke aanbevelingen. En dan praat je gewoon over de dingen waarvan we weten dat het in die landen nodig is om de economie verder op gang te helpen. Maar dat zijn discussies die in die landen buitengewoon gevoelig liggen. Ja, dat snap ik. Maar ja, sorry, dat moet wel. Want Italië, en met een staatsschuld van 150%, dat proberen ze nu enigszins onder controle te brengen. En dat hangt ook samen met vaak achterlopende hervormingen op pensioenen, huizen en ook de arbeidsmarkt. En dan heeft dat vaak te maken met die beschermde beroepen. Daar zijn vorderingen gemaakt. Maar inmiddels is het natuurlijk een politieke crisis in Italië. Dat is de democratie, daar heb ik verder geen oordeel over. Maar laten we hopen dat er zo snel mogelijk weer een effectieve regering is. En daarnaast is er het ESM. Er is een vangnet in Europa om landen dan te ondersteunen. Maar dan moeten landen ook wel dat ESM ratificeren. En ook bereid zijn om te accepteren dat bij een ESM-lening hoort dat je een programma krijgt. Dus het kan niet free zijn. Dat is mijn enige punt. En dat past ook niet bij het regeerakkoord. Dus wij willen een pro-Europese toon hebben. Maar er hoort ook bij dat ik vind dat je tough love mag zeggen. Als landen steun nodig hebben, dan willen we ook echt dat jullie tegelijkertijd de maatregelen nemen om een volgende keer in staat te zijn zelf op te vangen de klap. Dank u wel. Ja, voorzitter, en dat is heel erg financieel, maar we hebben nu ook te maken met hele grote uitdagingen op het gebied van energie. Duitsland vraagt om solidariteit in de energiecrisis. Er is niet een Europees afschalingsprogramma op dit moment. Wat gaat er gebeuren als we echt grote tekorten gaan krijgen? Lijkt erop dat de vulgraden gaan de goede kant op. Dus dat is heel positief. Maar ook daarin moeten we ons niet laten overvallen op het moment dat het wel misgaat. Doe ook niet. En dat is wel de vraag ook van, er is op dit moment daar nog geen duidelijke Europese afspraak over. Ja, maar die zitten pentagonaal, die zitten natuurlijk in de regio's. Dus wij praten met de Vlamingen, met de Duitsers, met een paar Scandinavische landen, omdat wij daarmee verbonden zijn. Bijvoorbeeld zou Duitsland een grote volgende stap moeten zetten in het afschakelen. En dat zou gevolgen hebben bijvoorbeeld voor de chemische industrie. Heeft dat enorme gevolgen voor de toeleveringsketens uit Nederland. Dus je bent met elkaar in gesprek over als dat ooit nodig zou zijn. Hopen van niet. Hoe kun je ervoor zorgen dat die ketens zo goed mogen blijven werken. Dat de economische impact dat die beperkt is. Maar daar wordt aan gewerkt. En waar het betreft gassolidariteit, die is maximaal. Nederland pompt, is in staat 35 bcm per jaar te pompen naar Duitsland. Daarmee zijn de pijpleidingen ook volledig gevuld naar Duitsland. En dat komt omdat wij
enorme investeringen hebben gedaan in LNG-capaciteit. En gelukkig ook nog buiten Groningen nog steeds behoorlijk wat gas kunnen winnen uit kleinere velden. Dank u wel. Nog één vraag, voorzitter, over derogatie. Daar is Staghouder natuurlijk voor aan de bak geweest in Brussel. Ik heb zelf daarover gesproken met Ursula von der Leyen. Dat zijn intensieve contacten op alle vlakken. Het is overigens al jaren duidelijk dat de Europese Commissie eist dat Nederland moet voldoen aan die afgesproken doelen voor de kwaliteit van oppervlakte en grondwater. Dat is niet nieuw. Maar we werken vreselijk hard eraan om te kijken of we dat enigszins in goede banen kunnen leiden. En we hebben dat Kamer ook al gemeld. Het is nu aan de Europese Commissie om een conceptbeschikking voor te leggen aan het Nitraatcomité. En we zullen de Kamer informeren zodra dat is gebeurd. Maar daar wordt achter de schermen vreselijk hard aan gewerkt, maar geen beloftes hier. Het is niet zo dat ik dat probleem kan wegnemen. We weten al jaren dat het op ons afkomt en dat zal ook een gevolg hebben voor de boerensector. Dat is onvermijdelijk. Mevrouw van der Plas. Ja, dank u wel. De derogatie inderdaad, dat is voor Nederland heel erg belangrijk. Niet voor heel Nederland, maar voor een aantal gebieden is dat wel belangrijk. Het is ook algemeen bekend dat bedrijven aan wie derogatie is verleend, dat die voor 95% van de bedrijven gewoon voldoen aan de kaderrichtlijn water. Maar de minister-president noemde het Nitraatcomité. Nou ben ik al een hele tijd bezig om erachter te komen wie er in dat Nitraatcomité zitten. En ik kan er niet achter komen. En dat dacht ik, de minister-president is naar Brussel geweest. En die weet vast wel wie er in dat Nitraatcomité zitten. En ik zou dat heel graag willen weten. Want het is volkomen duister voor ons wie daarin zitten. En zou de minister-president mij de namen of in ieder geval de organisaties... Wie bepaalt dat? Wie is dat Nitraatcomité? De minister-president. Voorzitter, dan, als ik dat nu doe op basis van wat ik nu denk te weten, is dat niet compleet. Dus dan kom ik dan twee termijn op terug. Dank en dan, wel. Tot slot, voorzitter, vroeg Volt nog, de heer Dassen, over de juridische heffing. Voor een meevallersheffing wordt die ook meegenomen. Ook omdat de Europese Commissie daar nu een oproep toe heeft gedaan. Dan praat je dus over een solidariteitsheffing, waarbij je als kabinet energiebedrijven die grote winsten maken zwaarder belast. Nou, we hebben daar eerder al van gezegd, dat is ontzettend lastig juridisch op korte termijn. Je zou ook de bestaande mijnbouwheffing zou je kunnen verhogen. Dat is een alternatief. Daar hebben begin juli de Kamer over geïnformeerd. En we onderzoeken op dit moment wat voor mogelijkheden er zijn. Daar zijn nogmaals veel juridische haken en ogen. Dat zijn we goed aan het onderzoeken. Allemaal onderdeel ook nu van de augustusbesluitvorming. En we hopen naar de Kamer bij Prinsjesdag nader over te informeren. Voorzitter, daarmee meen ik alle vragen, althans een poging te hebben gedaan, de aan mij gestelde vragen te beantwoorden. Wil ik de minister-president bedanken voor de beantwoording. Stel voor dat we een paar minuten schorsen. En dan gaan we verder met de eerste termijn aan de kant van het kabinet. Ik schors vrijding voor een paar minuten.
Open de vergadering. Aan de orde is eerste termijn aan de kant van het kabinet. En ik geef het woord aan de minister van Buitenlandse Zaken. Voorzitter, dank. Voorzitter, er zijn veel vragen gesteld, veel opmerkingen gemaakt, juist ook in mijn richting. En die zal ik uiteraard zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. En laat ik beginnen met te zeggen dat we allemaal, dat heb ik ook vandaag geproefd, de veelheid aan problemen zien die op ons afkomen. En in grote mate liggen die inmiddels ook bij de mensen in het land op hun bord. Dus oorlog op ons continent, de energieprijs is fors gestegen, inflatie is in decennia niet zo hoog geweest en de stikstofproblematiek raakt ons allemaal, burgers en bedrijven. Dus asiel, woningnood, een opeenstapeling van problemen zoals velen ook in hun eerste termijn hebben aangegeven. Het zijn problemen die voor een deel nog niet bestonden, of in ieder geval niet in deze mate bestonden, nog maar relatief kort geleden. Grote problemen die wij als politiek hebben op te lossen en waarvoor draagvlak essentieel is. Waar we de samenleving in moeten meenemen, de verbinding moeten zoeken, waar nodig moeten herstellen. Daar heb ik mij over uitgesproken in het interview. Dat heb ik nadrukkelijk gedaan als CDA-partijleider. En ik sta ook achter dat interview. Voorzitter, er zijn vragen gesteld over de coalitie, over vertrouwen, over stikstof, over het proces van Remkes. En die zal ik allemaal zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Dank u. Dit was uw inleiding volgens mij. Ja, voorzitter, ik wilde eerlijk gezegd de vraag gaan beantwoorden. Waaronder de vraag van de heer Klauw. Is het goed als de minister eerst uw vraag beantwoordt? Nee, ik wil hem nu een vraag stellen. Ja. Voorzitter, een hele gerichte vraag. Ik debatteer hier met de minister van voor Buitenlandse Zaken. Ik heb zojuist deze vraag ook gesteld aan de minister-president. De brief van 1 juli wordt gesteld. De voorgestelde gesprekken dienen er niet toe om de doelstellingen en uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord en het NPLG ter discussie te stellen. Staat de minister van Buitenlandse Zaken daarachter? Ja, voorzitter, en ik laat het breder maken. En daar zal ik ook herhalen, of in ieder geval dichtbij de woorden van de minister-president blijven, dat wat is hier nou aan de hand? Ik heb een interview gegeven en wordt daarmee het regeerakkoord overhoop gegooid, volledig overhoop gegooid? Nee, geen sprake van. Ik zeg dat wij ten volle staan als CDA voor de natuurdoelen. Ik zeg ook dat 2030 in verreweg de meeste gevallen haalbaar is. En ik voeg daaraan toe, en dat is misschien wel het belangrijkste in deze hele discussie, dat is ook hetgeen waar ik me het meeste zorgen over maak, dat we snel moeten beginnen. Ik heb ook aangegeven, ook in de media, en ik herhaal dat hier graag, dat op de vraag schuurt dat? Ja, natuurlijk schuurt dat. Want ik zeg ook dat je niet dogmatisch moet kijken. En dat ik me kan voorstellen dat in sommige gevallen je wel meer tijd nodig hebt. Dus het schuurt. En wat ik gezegd heb, heb ik overigens al gezegd voor de bijeenkomst met het kabinet, dat ik vertrouwen heb in het proces van Johan Remkes. Dat we wat mij betreft dat kunnen afwachten. En dat heb ik ook in de ministerraad en met de coalitie besproken. En voorzitter, ten aanzien van die vraag over dat stuk tekst, dat is verstuurd namens het kabinet. Dus daar sta ik ook achter. Heer Klaver. Voorzitter, zal ik doorgaan? Want ik zie dat de heer Klaver geen vraag heeft op dit moment voor mij. Nee, voorzitter, maak er een grap van. Ik ben echt sprakeloos. Ik ben oprecht sprakeloos. Ik heb vertrouwen in het proces. Ik probeer erachter. Wat heeft u nou precies gezegd? Er is maar één ding relevant. Dat is dat Remkes op pad is gestuurd. Met een opdracht. Gedeeld met de Kamer op 1 juli. Daarin staat dat de doelen en de uitgangspunten uit het regeerakkoord geen onderdeel zijn van de gesprekken. U heeft de suggestie gedaan dat dat wel het geval is. Ik vraag u hier, staat u volledig achter die brief, dat de doelen en de uitgangspunten geen onderdeel zijn van de gesprekken die Johan Remkes voert? Voorzitter, heel precies, heeft de minister-president net ook al aangegeven, dat regeerakkoord dat staat feitelijk op dit moment. Maar ik sta ook achter dat interview. Ik sta achter dat interview waarvan ik me realiseer dat schuurt. Daar staat, zei ik niet alleen achter, daar staat ook mijn partij achter. Dat heb ik in de coalitie en in de ministerraad gezegd. En ik heb ook aangegeven, al in het interview, ook voor de inloop van de ministerraad, dat ik tegelijkertijd vertrouwen heb in het proces van Remkes.
En we hebben afgesproken in het kabinet dat we dat proces nu afwachten. En dat vind ik verstandig. Heer Klaver. Ja, voorzitter. Op deze manier gaat het een lange avond worden. En dat hoeft volgens mij niet. De minister-president heeft hier zojuist een uiterst ongemakkelijk debat gevoerd. Waarin hij heeft geprobeerd om de uiterste bij elkaar te houden. De maximale ruimte te geven aan de minister voor Buitenlandse Zaken. Om zijn opvattingen te kunnen uiten, ook als partijleider. Ik stel een onwijs simpele vraag. Waar de minister-president gewoon volop ja, voluit ja op heeft gezegd. En dat is dat hij voordat de doelstellingen en de uitgangspunten geformuleerd in het regeerakkoord geen onderdeel zijn van de gesprekken die Johan Remkes gaat voeren. En er is maar één antwoord op mogelijk, anders hebben we een heel groot probleem. Dat klopt, die zijn geen onderdeel van die gesprekken. Ja, voorzitter, ik ga toch weer verwijzen naar wat ik net gezegd heb. Dat het CDA en ook ik het regeerakkoord onderschreven hebben. En dus ook achter... Ja, maar voorzitter, dat is toch hoe het zit. Nee, voorzitter, ik heb het niet over het regeren. Voordat deze minister weer begint met alles wat er ongeveer is voorbereid. Ik vraag helemaal niet naar het regeerakkoord. Ik vraag naar een kabinetsbrief. Het regeerakkoord, daar spreek ik wel over met de coalitiefracties. En dan kunnen ze van afwijken of niet. Dat moeten ze zelf weten, dat is dualisme. Ik vraag u naar kabinetsbeleid. Een brief die verstuurd is door uw collega Van der Wal en uw collega Staghouden. En in die brief, daar staat een passage, daar verwijs ik naar. Ik zal hem via de bode naar u laten komen, want misschien weet u niet waar het over gaat. Ik heb hem hier. Daar vraag ik u naar. Dus stop ermee te verwijzen naar iets waar ik niet naar heb gevraagd. Het gaat niet over het coalitieakkoord, het gaat over deze brief en dan komt nu uw kant op. De minister. Ja. En ook die vraag heb ik net beantwoord toen de heer Klaver voor de eerste keer stelde. Ik sta achter het regeerakkoord, ik sta ook achter die brief. Ik realiseer me dat schuurt met het interview, want daar sta ik ook achter. En vervolgens hebben wij in kabinet en in de ministerraad afgesproken met elkaar dat we het proces van Remkes afwachten. Wat eruit gaat komen en daar nu over speculeren, dat heeft geen zin. Ga ik in ieder geval ook hier niet doen. Heer Klaver. Gaat mijn collega Ouwehand dit hier chocola van maken. Hier moet u heel helder zijn. Op dit punt kunt u geen ruimte laten. Dat deed de minister-president, gaf heel veel ruimte. Maar niet op dit punt. Nee, u komt namelijk met, u zegt, ja, ik sta achter deze brief, maar het schuurt. Dit is het uitgangspunt. Dit is gedeeld met de Kamer. Dit is het kabinetsbeleid. En als u als minister het kabinetsbeleid niet kunt uitdragen, als u daar niet achter kunt staan, dan is daar een oplossing voor. Dan schrijft u een brief aan de koning. De minister. Dus precies wat ik net heb aangegeven. Ik heb precies net dat onderscheid gemaakt tussen dat ik achter het regeerakkoord sta. Dat ik deze brief onderschrijf. En dat tegelijkertijd het CDA en ik in mijn rol als CDA-partijleider sta achter dat interview. Dat schuurt op één punt. Ik heb dat zo even ook naar voren gebracht. Wij staan achter die natuurdoelen. Ik vind het van groot belang voor deze en volgende generaties dat het natuurdoel gehaald wordt. Ik geef ook, en dat is niet toevallig, in dat interview aan dat ik ervan overtuigd ben dat je dat in het gros van de gevallen, of in heel veel gevallen, of woorden van gelijke strekking, voor 2030 kan bereiken. En ik vind dat ook essentieel. En tegelijkertijd geef ik aan, en ik vind dat genuanceerd, ik vind dat afgewogen, geef ik aan als CDA-partijleider, dat als het nou zo zou zijn dat je in sommige gevallen dat in 2030 niet zou halen, dat ik vind dat je daar dan niet dogmatisch mee om moet gaan. Schuurt dat? Ja, dat schuurt, want de letterlijke tekst is anders. Dat heb ik ook aangegeven, erkend, ook in de gesprekken met de coalitie en met het kabinet. En vervolgens, dat heb ik over zelf ook al gedaan, voorafgaand aan de ministerraad, heb ik het vertrouwen uitgesproken in Johan Remkes en hebben wij ook in coalitie en in de ministerraad afgesproken dat we dat traject nu afwachten. Laatste vraag voor de heer Klaver en graag via de voorzitter. Dat betekent dus geen ge-u. Ja, de heer Klaver. Voorzitter. De laatste keer dat we dit hier hebben gezien in deze zaal was volgens mij toen Hilbrand Nawijn nog minister was. Die probeerde een onderscheid te maken tussen de mens Nawijn en de minister Nawijn. En nu wordt hier serieus gezegd, nee, als partijleider zeg ik het een en als minister zeg ik het ander. Ik debatteer niet met de partijleider van het CDA, dat doe ik wel eens. Maar als u dat weer opnieuw wil doen, dan boeken we gewoon de melk weg, gaan we daar debatteren. Hier debatteer ik met de minister. Dus uw verdediging zijn met, ik zeg iets als partijleider, dat houdt hier geen stand. En het maakt me ook niet uit wat u als partijleider zegt. Ik spreek u aan als minister van dit kabinet. En dan is er maar één optie. U staat achter het beleid voor de volle 100%, zoals het staat omschreven in die brief, of u biedt uw ontslag aan bij de koning. Meer smaken zijn er niet. De minister. Nee, voorzitter.
Nee. En ik begrijp best dat de heer Klaver het hier op de spits wil drijven. Wil dat wij nu kiezen. Dat we mij of anderen verwijten dat het juist veel te ver gaat. Of dat we niet ver genoeg gaan. En waarom dan niet nu boter bij de vis? En dat begrijp ik politiek allemaal. En toch gaat het erom dat we de problemen, onder andere op het gebied van stikstof, dat we die oplossen samen met de mensen in het land. Daar is het mij om te doen. Daar is het ook mij in het interview om te doen geweest. En wat ik aangeef hier, en ik realiseer me zeer, ik sta hier in vak K, dus ik sta hier per definitie als minister, dat ik als partijleider van het CDA hier een interview over heb gegeven en dat dat interview ook staat. Dat dat zich op vrijwel alle terreinen verdraagt met het regeerakkoord. Dat er ook één onderdeel is waar het er evident mee schuurt. Dat heb ik in het kabinet erkend, kom zo meteen nog op het ongemak, heb ik ook in de coalitie erkend, zal ik ook hier erkennen. Daarvan hebben wij afgesproken. Dat zullen we dus met elkaar moeten hernemen. Maar we wachten nu Remkes af. Dat is de afspraak. Mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter. Kijk, het is natuurlijk wel problematisch als een lid van het kabinet het staatsrecht niet kent of niet respecteert. Want je hebt maar één keuze. Je bent lid van het kabinet. Je maakt afspraken met elkaar. Staat in het regeerakkoord. En de brieven die naar de Kamer gaan, worden gedragen door het kabinet. En het kabinet spreekt met één mond. Wat de heer Hoekstra hier staat te doen, is van twee walletjes eten. En dat kan niet. Het is niet chic. Hoort een beetje bij het CDA. Maar op het moment dat je in het kabinet wil zitten, op het moment dat je daar wil blijven, dan sta je achter dat beleid. En ik herinner de heer Hoekstra eraan dat dat beleid wordt vormgegeven door een minister die het heel zwaar heeft om de puinhopen op te lossen die mede dankzij het CDA zijn ontstaan. En in plaats van haar te steunen en mee met haar uit te leggen waarom dit nodig is, hoe het is ontstaan, waarom er nu geen andere keuze meer is, waarom het in de belang van de boeren ook beter is om die transitie te maken, is de heer Hoekstra eerst nergens te bekennen... En op het moment dat de druk te hoog is, zegt hij, ja, CDA ligt het misschien toch vanaf. Dank u wel. Dat is een messteek in haar rug en het is staatsrechtelijk ongeoorloofd. Dus de minister van Buitenlandse Zaken zal zijn woorden terug moeten nemen, afstand moeten nemen van dat interview en voor het kabinetsbeleid gaan staan of aftreden. De minister. Voorzitter, laat ik een paar dingen uit elkaar trekken. De minister-president heeft het een en ander gezegd over het staatsrecht. En daar sluit ik van harte bij aan. Waarbij ik overigens ook me realiseer wat voor gevoeligheid hier sprake is. Dat heeft hij benoemd. Ik onderstreep alles wat hij daarover gezegd heeft. Ten tweede, heb ik me hier voor het eerst over uitgelaten? Nee. Heeft ook breed de media gehaald. Ik ben ook binnen partijverband, ben ik uitgebreid hierover in gesprek gegaan. Heb ik overigens ook erkend dat er ook het een en ander van het CDA gevraagd mag worden. Ik wil ook nog een ander ding zeggen, voorzitter, want dat ligt nu deels besloten in de woorden van mevrouw Ouwehand, maar dat zei ze ook eerder. En dat gaat over die kleine groep die intimideert, die de wet overtreedt en die zich onfatsoenlijk gedraagt. Daar heb ik geen enkele clementie mee. En ik heb ook bij herhaling uitgesproken, maar ik doe dat hier graag opnieuw, dat degenen die zich buiten de wet begeven, dat is in mijn optiek echt een kleine minderheid van de boeren, maar dat degenen die zich buiten de wet begeven, die hooibalen in de fik steken, die bij ministers voor de deur staan, enzovoort enzoverder, politieagenten intimideren, dat die zich buiten de wet begeven en dat daar geen enkele clementie mee is of zal komen vanuit het CDA. Waar het mij om gaat, is dat er ook een hele grote groep mensen is en een hele grote groep boeren is die van goede wil zijn. Die als je bij ze letterlijk aan de keukentafel zit, zeggen, wij willen ook graag een rol spelen bij het herstellen van de natuur. Wij willen ook graag verder. Maar kunnen we ook met elkaar in gesprek? Kunnen we met elkaar in gesprek over hoe nu verder? En dat is mijn waarneming van de afgelopen maanden. Dat is gewoon niet goed genoeg gegaan. Ik ben Johan Remkes dankbaar. Ik vertrouw in het proces waar hij nu mee bezig is. En dat zullen we afwachten. Dus voorzitter, dat in reactie op de twee of drie punten van mevrouw Ouwehand. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter. Ik ben hier op geen enkele manier van onder de indruk. Een beetje zielig lopen doen als leider van het CDA? Nee hoor. Ja, zeker wel. Mensen aan de keukentafel en het moet allemaal wel lukken. Impasse. Er is een impasse in het land. Wat je doet is uitleggen
wat de minister van Natuur en Stikstof wel durft. We hebben ons huiswerk niet gedaan. We hebben ons blind en doof gehouden voor de wetenschap. We zagen dit aankomen. Er zijn jaren verspild. Ja, en nu moet het alsnog. Een vent gaat naast haar staan. Zeker als je de partijleider wil zijn van een partij die in hoge mate verantwoordelijk is voor deze puinhoop. En als je de partijleider wil zijn, dan zit je in de Kamer. En als je dit niet kan dragen in het kabinet, dan ga je eruit. Ik vind het echt een grof schandaal dat de leider van het CDA, de minister van Natuur en Stikstof, zo'n enorme loer heeft gedraaid. En nog blijft staan ook. En zelfs vandaag, nu de Kamer daarom vraagt, maak je excuses. Neem je woorden terug. Neem afstand van dat interview. En misschien kan je dan aanblijven. Hij doet het gewoon niet. De arrogantie ten top. En gebrek aan respect voor de moed die de minister van Natuur en Stikstof toont. Echt, ik heb hier geen woorden voor. Zo laag. De minister. Voorzitter, ik heb geen aanvullende vragen aan mijn adres gehoord. Dus ik ga door met het beantwoorden van de vragen die al gesteld waren. Wacht, er zijn nog een paar mensen die nog een vraag willen stellen. Allereerst de heer Asserkant van Denk. Ja, voorzitter. Wat wilde de chef van het CDA bereiken met het interview? Voorzitter, wat ik eerder ook al heb aangegeven is dat ik vind, en ik ben het met de minister-president eens, dat kent zijn beperkingen in de mate en in de tijd, dat ik vind dat als er zoiets ernstigs aan de hand is in het land, dat je je dan als partijleider van het CDA op enig moment er ook over moet kunnen uitspreken. En ik houd staande dat ik, ook kijkend naar het regeerakkoord, dat echt met nuance heb gedaan. Want ik heb benoemd dat het CDA en ook ik persoonlijk staan voor de doelen van het natuurherstel. En dat ik dat tegelijkertijd in hand wil brengen met een vitale toekomst voor het platteland, met een goede boterham voor boeren. Dat heb ik in dat interview ook.
het staat helemaal niet in het regeerakkoord. Dus volgens mij is de minister gewoon vrij om te zeggen of hij dat wenselijk vindt om dat nog in de wet te houden. En volgens mij heeft de minister dat gewoon gedaan. Die heeft gezegd van ja, misschien is het niet wenselijk om dat in de wet te houden. En hij baseert dat ook niet op niks. Want ook het Planbureau voor de Leefomgeving, die zegt die KDW's die moeten misschien meer een indicator zijn. Sterker nog, zelfs minister Schouten, de vorige minister van Landbouw, heeft hier in deze zaal, en misschien ook nog wel in de vorige zaal, in het oude gebouw, die heeft ook vaak gezegd van, ja, we moeten misschien niet blijven sturen op de KDW's. Dus ik snap de hele ophef hier niet in de Kamer van de collega's, dat hij daarmee tegen het regeerakkoord ingaat. Want het staat helemaal niet in het regeerakkoord. En volgens mij is de minister gewoon vrij om dat te zeggen in een interview. Is de minister het daarmee eens? Voorzitter, ik ga toch verwijzen naar de toelichting die ik heb gegeven op het interview. En voor het overige beschouw ik de opmerkingen als, van mevrouw Van der Plas als een opmerking die vooral haar collega's aangaat. Mevrouw Marijnis, SP. Dank. Ik vermoed dat mensen die naar dit debat kijken wel wat cynisch kunnen worden van de politiek. En dat er dan toch een minister staat die vooral probeert zijn eigen gezicht te redden. Ja, maar dat heb ik toch echt gezegd met een andere pet op. En toen was ik politiek leider en nu ben ik minister. En ja, iedereen prikt daar denk ik doorheen. En ik zou een andere vraag willen stellen aan de heer Hoekstra, die natuurlijk ook in zijn interview sprak over de koopkracht en de stijgende prijzen en de grote problemen waartoe dat leidt voor mensen. En zijn uitspraak was dat er minstens 10 miljard euro voor nodig zou zijn. En mijn vraag is dus nu, is dat dan ook een uitspraak als politiek leider van CDA, waar we dus verder niet zoveel waarde aan kunnen hechten, of wilt u dat wel in deze Kamer herhalen, de minister? Ja, voorzitter, toch nog even. Ik ben overigens met mevrouw Marijnis eens. Meestal is niet iedereen enthousiast die lang naar een debat heeft zitten kijken. Ik heb dit overigens gedaan, dat wil ik graag herhalen, vanuit oprechte overtuiging dat we die problemen moeten aanpakken en dat we daar draagvlak voor moeten organiseren. Dat realiseer ik me volledig. Daar ben ik echt niet de enige in. Dat zal iedereen hier hardgrondig met me eens zijn. Maar het is ook mijn overtuiging geweest om dit te doen. Ik heb ook bij herhaling gezegd dat ik die uitspraken heb gedaan en dat ik ook achter die uitspraken sta. Waarom is dat saillant? Nou ja, omdat ik natuurlijk ook in het kabinet zit. Dat geldt, die uitspraak heb ik gedaan overigens op elk van die drie terreinen. Mijn waarneming is, en dat heeft de minister-president volgens mij net onderstreept, dat er één specifiek punt is waar dat schuurt met het regeerakkoord. Dat is waar de eerste helft van het debat over is gegaan. Mijn waarneming is, ook als je naar die formuleringen kijkt, dat dat niet het geval is bij die andere onderwerpen. Dat ik bovendien aangeef in dat interview dat ik ten aanzien van die koopkracht, dat ik het essentieel vind, nu 1 op de 3 Nederlanders door zijn hoeven dreigt te zakken in financiële zin, dat we daar wat aan doen. Dat ik de getallen nog niet gezien heb, maar dat mijn inschatting is dat. Nou, volgens mij verdraagt zich dat met het proces waar wij mee bezig zijn. Moeten wij met dat proces ook verder. En laat zich natuurlijk raden dat de uitspraken die ik daar gedaan heb, dat natuurlijk is wat het CDA ook tijdens de coalitieonderhandelingen over de koopkracht zal inbrengen. Mevrouw Marijnissen. Ja, dat laat zich inderdaad raden, voorzitter. Maar mijn punt was natuurlijk dat mensen cynisch worden van de Haagse politiek op het moment dat het elke keer blijft bij nu weer toch terugkrabbelen. Ja, maar ik heb het gezegd met een andere pet op. Nu vraag ik u op de man af of een ander punt over die 10 miljard. U geeft zelf al aan, nou, heb ik eigenlijk nog meer ruimte, want dat schuurt niet met een regeerakkoord of zo. Daar zijn we nu volop over aan het onderhandelen. Hartstikke mooi. Dus daarom vraag ik u op de man af, wilt u dat in deze Kamer dan wel herhalen, dat u vindt dat er dus minimaal 10 miljard euro naar die koopkracht gaat? En kunnen we u daar dan wel aan houden? De minister. Ja, voorzitter, ten aanzien van dat cynisch zijn en verschillende petten. Ik heb nou juist benadrukt, en dat maakt het debat natuurlijk ook ongemakkelijk. Ik heb nou juist benadrukt dat ik achter die uitspraken sta. Dat heb ik benadrukt. En dat we ten aanzien van stikstof daar met elkaar over hebben afgesproken dat we wachten op de uitkomst van Remkes. Ten aanzien van het begrotingsproces en de gesprekken over hoe doe je dat nou op een goede manier, juist om mensen snel te kunnen helpen, heb ik aangegeven hoe het CDA daarnaar kijkt. Volgens mij zitten daar geen zaken in die schuren of die zich niet verdragen met het regeerakkoord of met recent geschreven brieven. En het laat zich raden dat ook dat deel gedragen wordt door de CDA'ers in de landelijke politiek. Dus dat ook de inbreng zal zijn van het CDA bij de gesprekken die we hebben. Mevrouw Marijnissen. Ja, voorzitter, ik had het ook niet per se over schuren met een regeerakkoord, hoor. Het gaat mij erover, wat hebben mensen nou aan dit debat straks gehad? En ik concludeerde eerder al dat de boeren uiteindelijk
volgens mij niet heel veel wijzer zijn geworden. Omdat het kabinet zich verschuilt achter de commissie Remkes en daar haar politieke lot aan lijkt te verbinden. Dus pak ik ook dat andere punt, namelijk de koopkracht. En hoop ik dan van ganse harte dat dit kabinet op dat punt, of sorry, dit debat op dat concrete punt wel wat oplevert voor mensen. Maar ook op dat punt dreigt dit debat niks te gaan opleveren. En daarom vraag ik u, is die uitspraak van die minstens 10 miljard euro die er nodig is voor koopkracht, is dat iets waar we u aan kunnen houden? Dat dat inzet is van die onderhandelingen, dat begrijp ik. Maar daar hebben de mensen thuis natuurlijk niet zoveel aan. Minister. Ja, voorzitter, maar dan blijf ik herhalen wat ik heb gezegd, dat ik daarachter sta. Dat ik daarachter sta en dat wij dat dus ook zullen inbrengen in het begrotingsproces wat we op dit moment met elkaar doorlopen. Overigens is mijn constatering, gewoon kijkend naar wat fractievoorzitters van alle vier de coalitiepartijen hebben gezegd, dat de neuzen hier veel meer dan op dat andere dossier allemaal dezelfde kant uitstaan. Want ook anderen hebben gezegd, we moeten hier wat aan doen. Dat moet een fors pakket zijn of worden van gelijke strekking. Dus daar zou ik echt de gedachte willen wegnemen als zou de coalitie daar over oneens zijn. Dat proces loopt nog. Maar mijn waarneming is dat er breed gevoeld wordt. Van vier coalitiepartijen heb ik de fractievoorzitter in het nieuws gezien dat daar wat aan gedaan moet worden. Dank u wel. Laatste vraag, mevrouw Marijnissen. Ja, dat mag de waarneming van de heer Hoekstra zijn. De waarneming van mij en volgens mij velen hier en ook velen in het land is dat er veel te weinig urgentie gevoeld wordt bij dit kabinet voor de grote problemen waar mensen nu voor staan. En dan hebben we het zeker over het volgend jaar. Daar heeft u het ook over met die minstens 10 miljard. Maar dan gaat het ook over dit jaar. En dat leidt mij tot de andere vraag, voorzitter. Als het gaat over dit jaar. Voor de zomer stonden we hier met dit kabinet. En dit kabinet zei ja, we kunnen eigenlijk niks meer dit jaar. We vinden het heel jammer, maar we kunnen niks. Hoe kijkt minister Hoekstra daarna, gezien zijn uitspraken in de krant, en is hij het ermee eens dat er dan dit jaar wel nog wat moet gebeuren? En wat is hij dan van plan om dan te gaan voorstellen of te gaan bepleiten in het kabinet? Of gaat er vanuit de CDA nog wat komen? Of volhardt u er ook in dat er eigenlijk dit jaar niks kan? Nee, voorzitter, mevrouw Marijnissen begint met te zeggen dat ze het ermee eens is dat die uitspraken slaan op volgend jaar. En vervolgens zegt ze, ja, maar zeg dan toch wat als minister over dit proces of over deze portefeuille. Dat zou merkwaardig zijn, zeker omdat de Kamer kritisch is op in welke hoedanigheid worden welke dingen gezegd. Dus het lijkt mij volstrekt logisch dat, dat is volgens mij door de minister-president gezegd, door de minister van Sociale Zaken, volgens mij ook eerder door de minister van Financiën, dat de urgentie zeer breed in kringen van het kabinet gevoeld wordt. Dat iedereen zich ook realiseert dat je het liever vandaag dan morgen wil oplossen. Want het verhaal over de vaccinelichtjes van de heer Wilders, maar we kennen ook allemaal die verhalen uit de krant, maar ook persoonlijk, die zijn ingrijpend. Dat raakt mensen rechtstreeks. En echt niet alleen mensen met een kleine beurs, ook grote groepen van de middenklasse en mensen die de energierekening omhoog hebben zien gaan, die gewoon het winkelmandje vol laden en zich afvragen wat ze een jaar geleden hebben betaald, die zien dat dit als een enorm probleem op hen afkomt. Dus dat wordt breed gevoeld, zeker ook door mij, ook door de rest van het kabinet. We zijn daar met gezwinde spoed alle opties nu over aan het bespreken. En verder zou ik willen aansluiten bij de woorden die de ministers die in de vierhoek zitten, die daarover gesproken hebben, en de minister-president zo even. Dank u wel. De minister volgt zijn betoog. Ja. Ik wil toch nog een vraag stellen, want minister Hoekstra geeft geen antwoord op mijn vraag, behalve dan dat het wederom herhaald wordt dat er van alles wordt bestudeerd. Maar dit debat hebben we natuurlijk voor de zomer gehad. En toen was de uitkomst, ja nee, dat kan niks. Dus of er is dan in de tussentijd wat veranderd. En ik vind het niet raar dat ik de heer Hoekstra die vraag stel, omdat hij juist in de krant, terecht, vind ik terecht. Ik vond de hele onderdelen van dat interview hartstikke goed. Dus ik wil juist met u daarover door. Maar dan is het toch logisch als u dat als een van de grootste problemen van deze tijd noemt. Dat mensen zo in koopkracht achteruit gaan, dat de kosten blijven stijgen. Is mijn vraag toch terecht wat u dan dit jaar nog gaat doen? Dank u wel. En dan is het toch logisch dat ik hoop dat er een concrete uitkomst is uit dit debat. Behalve dan dat u blijft herhalen, ja, we zijn erop aan het studeren. Ja, dat hoorden we voor de zomer ook al. En toen was de uitkomst, er kan niks. Ja, maar voorzitter, wat ik in het interview gedaan heb, en ik ben blij dat ik daar ook mevrouw Marijnissen aan mijn zijde vind, is het benoemen van een aantal van de grote problemen. En ik maak me inderdaad, maar daar heb ik verre van het alleenrecht op. Dat zal heel breed in deze Kamer gevoeld worden, wordt in ieder geval heel breed in het kabinet, unisono in het kabinet gedeeld. Ik maak mij grote zorgen over wat er op ons afkomt qua energierekening, qua winkelmandje, qua inflatie en alles wat daarmee te maken heeft.
Ik maak me daar grote zorgen over. En dat betekent dus ook dat ik vind dat we daar als kabinet gehouden zijn om het maximale te doen. Maar de minister-president heeft gezegd, en daar kan ik me alleen maar bij aansluiten, dat dat traject nu loopt en dat we dat moeten afwachten. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat, omdat mevrouw Marijnissen dat nu vraagt en ik over een ander onderdeel wat gezegd heb, dat ik dan nu gehouden ben om namens collega's deze vraag te beantwoorden. Dank u wel. De heer Van der Staaij, SGP. Er wordt misschien iets meer een harde kreet dan een echte vraag, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het nu zo langzamerhand wel een beetje ongemakkelijk begin te vinden. Terwijl de minister van Sociale Zaken ook vragen over koopkracht gaat beantwoorden, dat we eigenlijk nu, geloof ik, in hoedanigheid van CDA-leider dan gaan doorpraten over wat hij van de koopkracht vindt. Dan denk ik echt, nee, volgens mij zijn de goede vragen aan de heer Hoekstra of hij het kabinetsbeleid steunt. En moeten we verder met de vakministers horen, van de vakministers horen wat het kabinetsbeleid is. Voorzitter, dat beschouw ik als een steunbetuiging om dit blok af te ronden. Voorzitter, ik hoop dat ik de vraag van mevrouw Hermans, die nog specifiek vroeg over de timing, dat ik die beantwoord heb. Ik hoop ook dat ik in haar richting voldoende duidelijk heb gemaakt dat ik me zeer bewust ben van ook het ongemak en ik denk dat ik ook rustig mag zeggen het ongenoegen in de richting van het CDA en van mijzelf. De heer Segers die vroeg nog naar de verschillende rollen. Volgens mij hebben we dat net ook besproken. De vraag over het doorkruisen van Remkes hebben we gedaan. Voorzitter, dan heb ik volgens mij via de interrupties het overgrote deel van de vragen beantwoord. Dank u wel. Ja, voorzitter, de heer Van Hagen had nog een vraag over of we het erover eens waren met het model en allerlei andere zaken. En daar zou ik willen verwijzen naar wat ik eerder heb gezegd. Het is voor het CDA essentieel dat we de natuurdoelen halen. Het is essentieel dat we dat doen in combinatie met het realiseren van een vitaal platteland en een fatsoenlijke toekomst voor de boeren. Ik ben ervan overtuigd dat dat samen kan, als we dat ook samen met de mensen in het land doen. En voorzitter, volgens mij brengt dat ik blader door de stapel, maar ik meen dat ik alle vragen die aan mij zijn gesteld gehad heb. Dank u wel. Dan wil ik de minister van Buitenlandse Zaken danken voor zijn beantwoording en het woord geven aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er zijn door de minister-president al best wel wat vragen beantwoord, ook over koopkracht. Dus ik wil aan de minister vragen om niet in herhaling te vallen. Het is altijd het nadeel als je al aan het einde bent, zijn er veel vragen al beantwoord. Dus het woord is aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ja, voorzitter, ik zal mijn best doen, maar ik wil toch een aantal zaken met u delen. Ik heb het een paar dagen geleden ook gezegd. Op het moment dat er mensen zijn die boodschappen terugleggen bij de kassa omdat ze niet kunnen betalen. Op het moment dat er mensen zijn die hun maand energierekening verlagen omdat ze hopen dat ze het over een paar maanden met die eindafrekening wel kunnen cheffen. Dan is er echt iets aan de hand in Nederland. En dat raakt mij. Dat raakt me als mens, dat raakt me ook als bewindspersoon. Want ik ben mede verantwoordelijk om daar iets aan te doen. En ik heb dat ook bij u allen hier in de Kamer gehoord. Dat die zorgen er zijn. Die zorgen over die enorme inflatie. Die zorgen over huishoudens in de problemen. Die zorgen over kinderen die in armoede opgroeien. Maar ook die zorgen, dat gaat wat dieper over bestaanszekerheid. Want als wij een maatschappij met elkaar willen bouwen. Waar mensen in elkaar geloven, waar er cohesie is, waar de kansengelijkheid is, dan hoort daar ook bij dat mensen structureel kunnen bouwen op een goed inkomen. En de afgelopen maanden zijn die cijfers over bestaanszekerheid, over koopkracht echt verslechterd. En het CPB heeft dat afgelopen vrijdag bevestigd. Dat zijn harde cijfers. Dat zijn ook historisch slechte cijfers. En zoals ik net al zei, dat ondermijnt ook die cohesie in de samenleving. Dat ondermijnt die kansengelijkheid. En dat betekent ook, het zijn uitzonderlijke tijden, dat dat om uitzonderlijke maatregelen vraagt. En dan wil ik ook iets zeggen wat ik ook al eerder heb gezegd. We hebben het zo vaak over koopkrachtplaatjes in Den Haag. Maar mensen wonen niet in een koopkrachtplaatje. Mensen wonen in een tochtig huis of een huis met zonnepanelen. Mensen leven niet in puntenwolken. Mensen leven van een bijstandsuitkering of hebben net een nieuwe baan gevonden waarbij hun inkomen omhoog is gegaan. Dat is waar we het hier over hebben. Ook over die hele grote verschillen die je helemaal niet in die gemiddeldes en in die medianen terugziet. Maar wat er met die enorme cijfers ook aan de hand is, is dat die verschillen van die min 6,8 heel erg verspreid zijn over het land en over al die groepen. En ook dat raakt ons allemaal.
Die verantwoordelijkheid die voelen wij als kabinet. En daarom zijn we deze week zo hard aan het werk om dat pakket, ik kom dadelijk op 2022, om dat pakket voor volgend jaar samen te stellen. De kwetsbaren beschermen, de middengroepen ondersteunen en perspectief bieden en zorgen dat werken loont. Dat zijn de drie uitgangspunten waarlangs we dat pakket leggen. En dan gaat het erom, en het CPB heeft daar ook al op gewezen, om eens van pleisters plakken naar structurele maatregelen te gaan. Zodat met name die lagere en die lagere middeninkomens echt structureel een betere uitgangspositie krijgen. Zodat ze bij een volgende tegenslag niet weer in de problemen komen, maar echt vooruit kunnen. En zodat hun kinderen dus ook vooruit kunnen. En zodat ze niet hoeven te kiezen tussen nieuwe gympjes of een boodschappenwagentje. Want dat is wat er inderdaad nu gebeurt. Nou, om daarbij echt te kijken naar wat er nodig is, liggen alle opties op tafel. Om te zorgen dat mensen dat perspectief hebben, zodat ze er structureel beter voor staan. En dat zeg ik tegen mevrouw Kuiken, dat zeg ik tegen de heer Van der Staaij, tegen de heer Dassen. U hebt allemaal een aantal maatregelen genoemd. En natuurlijk liggen er opties op tafel, van minimumloon tot toeslagen, tot de fiscaliteit. De WKR is genoemd, de eerste schijf, huren. En dit zijn allemaal zaken die we op dit moment serieus bekijken. Dat betekent niet dat we het allemaal gaan doen. Dat misschien wat ook niet doen, de manier zoals u het wil. Maar we zijn echt naar die pakketten aan het kijken en wat dat voor de verschillende groepen betekent. Dat pakket moet substantieel zijn, want daar vragen deze tijd om. Het pakket moet ook verstandig zijn. Gaat het over gerichtheid, ongerichtheid, gaat het over langer termijn. En het zal een combinatie moeten zijn van structureel en incidenteel. Zo kun je de koopkracht, korte termijn, lange termijn verstevigen. Zo kun je die bestaanszekerheid stutten. Maar behalve dat pakket wil ik ook even drie dingen noemen die ook van belang zijn als je het hebt over bestaanszekerheid en toekomstperspectief. Heel kort, de herziening van de arbeidsmarkt, want het zijn precies die mensen in die flexbanen die kwetsbaar zijn. Dus ook daar moeten we voort mee maken. De tweede is, die oproep kent u al, aan de werkgevers. Er is ruimte om lonen te verhogen en dat is ook noodzakelijk. Want een gedeelte van die koopkrachtondersteuning zal van de werkgevers moeten komen. En op dit moment zijn de contractloonstijgingen van de cao's lopen echt achter bij wat er nodig is. En de derde is die belangrijke rol voor de energieleveranciers. En de minister-president ging daar al even op in. Onze collega-ministers Schouten en Jetten zijn met de energieleveranciers in gesprek over maatregelen om betalingsproblemen te voorkomen. Daarbij zijn ook betrokken het ministerie van Binnenlandse Zaken, van Financiën, de VNG, Divosa en een aantal maatschappelijke organisaties. En in dat traject wordt onder andere gesproken over de mogelijkheden met betrekking tot compensatie van de energierekening en vooral het verbeteren van vroegsignalering bij mensen met betalingsproblemen. En om het even heel precies te stellen, huishoudens die al in de schuldhulpverlening zitten of een verzoek daartoe hebben gedaan, worden met de huidige regels niet afgesloten van het energienet. Twee, in de gesprekken tussen gemeentes en energieleveranciers is afgesproken om het traject van vroegsignalering te verbeteren, zodat meer huishoudens die problemen ervaren sneller en beter ondersteund kunnen worden naar schuldhulp. En dat richt zich dan natuurlijk vooral op die huishoudens tot sociaal minimum, maar ook erboven. Derde, de energieleveranciers hebben daarnaast samen met Geldfit een aantal acties gelanceerd, waaronder een noodfonds. Dat noodfonds is als pilot gestart en dat richt zich op 120% tot 150% sociaal minimum. Dus diegenen die boven die energietoeslag zitten. Nou, dus er zijn er allerlei initiatieven van de energiemaatschappij, maar wat het belangrijkste volgens mij is dat collega's Schouten en Jetten serieus met ze in gesprek zijn. Nou, ik zei het u al, we zitten midden in de augustusbesluitvorming. De zorgen die we hier delen, die kleuren natuurlijk die besluitvorming. En ik zei het al, daarbij liggen alle opties op tafel, ook die we van externe partijen aangereikt krijgen. Ook dat is belangrijk. Dat kunnen ondernemers zijn, dat kan de VNG zijn. En waar nodig, voeren we die gesprekken. Dat gaat natuurlijk over het pakket voor 2023 en hoe dat pakket eruit ziet. Met name, wat je daar structureel kan doen, heeft natuurlijk ook invloed op het perspectief dat je huishoudens vandaag kunt bieden over hoe ze er dan in januari, februari, maart voor staan. Tegelijkertijd
Begrijp ik heel goed, begrijpen wij heel goed, dat u ook zorg hebt over dit jaar, over 2022. Nou, u kent de bijna 7 miljard die dit kabinet al in koopkrachtondersteuning heeft gestoken. U kent de overweging hoe ontzettend lastig het is om dit jaar op een heleboel vlakken nog iets aan die koopkracht te doen. Wij willen hier geen verwachtingen wekken die we niet kunnen waarmaken. Dat zou ons niet sieren als bestuurders. We moeten dit echt goed uitzoeken en we zitten midden in dat werk. Maar we voelen wel dat die noodzaak natuurlijk groter is geworden. Ik zei het net al, de CPB-cijfers hebben dat bevestigd. Dat voelden we natuurlijk de afgelopen maanden. Dus je kunt erop vertrouwen dat wij echt met een open vizier kijken naar alle opties en dat in de besluitvorming meenemen. Maar geen verwachtingen wil ik hier wekken die we niet kunnen waarmaken. Daar moeten we echt voorzichtig mee zijn. Daar heeft niemand wat aan. Maar we zijn er echt deze week heel hard mee aan de slag. En dan komt er uiteindelijk dat substantiële pakket, verstandig, combinatie van structureel en incidenteel, gericht op het beschermen van de kwetsbare groepen, het ondersteunen van de lage en de middeninkomens, perspectief bieden en werken moet lonen. Dank u wel. Dat is de interruptie van de heer Wilders, PVV. Dat was al klaar. Ja, voorzitter, wat een vreselijk verhaal. Wat een vreselijk verhaal van een minister die het dus bijkelijk niet, totaal niet interesseert dat de mensen in de problemen zitten. U leest een of ander riedeltje voor wat voor driekwart over 2023 gaat, terwijl de hele Kamer hier, ongeveer alle woordvoerders, in ieder geval van de oppositie, hier hebben gestaan om te pleiten voor forse maatregelen in 2022. En u komt aan met een riedeltje over wat er nodig is voor 2023. Voor 2022 zegt u, ja, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Ja, ik ga geen dingen beloven die niet kan. En dat betekent dus, opnieuw, ik zei het net al tegen de minister-president, dat 100.000, misschien wel meer dan 1 miljoen mensen deze winter voor 1 januari zo diep in de penarie zitten dat ze hun verwarming niet aan kunnen zetten in de kou, dat ze hun boodschappen niet kunnen doen en dat u zegt, ik ga u niks beloven. U moet zich kapot schamen. U moet zich echt kapot schamen dat u met zo'n waardeloze riedel hier naar de Tweede Kamer komt. Ik verwacht dat u hier bent en dat uw kabinet heeft meer dan 10 miljard. Ik zei het al net opnieuw tegen de minister-president. Uw kabinet heeft meer dan 10 miljard euro's opgehaald aan extra gasinkomsten, gasbaten en aan BTW. Dat heeft u gekregen. U heeft 7 miljard uitgegeven. U heeft meer gekregen dan u heeft uitgegeven. U heeft 25 miljard euro heeft u gereserveerd voor stikstof. Ik zou zeggen dat u op zijn minst dit jaar ook 25 miljard euro voor koopkrachtreparatie voor de Nederlanders nodig hebt. We hebben 8 miljoen gezinnen. Dat is, mevrouw de voorzitter, 3.000 euro per gezin. Ik verwacht dat u 3.000 euro per huishouden nog dit jaar geeft. Mensen gaan 3, 4, soms 5.000 euro meer betalen. Dus hou op met die riedel en beloof ons nu dat u met een zeer substantieel pakket komt wat u nog dit jaar voor elkaar krijgt. Dat is uw taak, dat is uw plicht, dat is wat mensen van u verwachten. Niet 2023, maar nu. De minister. En voorzitter, ik deel de zorgen, niet alleen van de heer Wilders, maar van velen in uw Kamer. Dat heb ik volgens mij ook net heel duidelijk gemaakt. Wij zitten deze week midden in de berekeningen, in de ideeën, in de pakketten samenstellen. En zoals de minister-president ook heeft gezegd, daar kan ik nu niet op vooruitlopen. Maar daar hoort u dus met Prinsjesdag van wat we gaan doen. En ik heb ook heel duidelijk aangegeven, deze tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Daar gaat een substantieel pakket komen. Kunnen we nu niet op vooruit lopen. En we hebben ook heel duidelijk gezegd, we kijken met open vizier naar wat er dit jaar nog kan. Maar ik wil hier, en daar wil ik heel duidelijk in zijn, het gaat niet of ik iets kan beloven of niet en het vervolgens niet kan waarmaken. Ik wil geen verwachtingen wekken die ik niet kan waarmaken. Maar u moet erop vertrouwen, u kunt erop vertrouwen, u moet niks, u kunt erop vertrouwen dat we echt serieus naar alle opties aan het kijken zijn, ook met externe partijen. Heer Wilders. Nee, mevrouw de voorzitter, daar heb ik helemaal niets aan. Wat een ontzettend kul verhaal. Ik heb er niets aan. Ik vertrouw u ook helemaal niet dat u daarnaar kijkt om dat te gaan doen. Ik wil een resultaatsverplichting. Wat hebben die mensen met die kinderen eraan? Wat heeft die mevrouw van 80 die de verwarming niet kan betalen eraan? Wat heeft die meneer die zijn medicijnen met zijn hartproblemen niet meer kan betalen? Wat heeft hij eraan dat u ernaar gaat kijken? Hij wil resultaten zien. We krijgen doden deze winter, mevrouw de minister. We krijgen mensen die hun eten niet meer kunnen betalen, die in de kou zitten thuis onder de dekens.
en dat misschien niet overleven. Weet u wel wat voor een ramp ons te wachten staat? En dan moet u naar alle mensen thuis een check gaan brengen. Ik help u daarbij. Die mensen moeten het geld krijgen om te kunnen overleven. Er is geen enkele optie mogelijk dat u zegt, het gaat niet voor dit jaar lukken. Dat kan niet. Mensen hebben daar honger, hebben pijn, hebben overlijden misschien. Dat kunt u niet laten gebeuren. Minister. Ja, voorzitter. Nogmaals. Wat zich op dit moment in een groot aantal Nederlandse huishoudens afspeelt en wat voor pijn dat raakt, dat deel ik met de Heelweerders. Laat dat heel erg duidelijk zijn. We zijn op dit moment heel erg hard bezig en ik zou geen knip voor mijn neus waard zijn als ik nu beloftes ga doen die ik dan over 2 of 3 weken niet kan waarmaken. En dat is wat ik hier zeg. We zitten nu aan die tafel. We zijn daarmee bezig. Over een paar weken komt er duidelijkheid. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik hoor dat de energieleveranciers aan vroegsignalering doen. Maar wat heb je aan vroegsignalering als je, en het CPB heeft dat berekend, tot een van die 1,2 miljoen huishoudens met misschien wel 2 miljoen mensen, ouderen, jongeren, kinderen, alleenstaande gezinnen behoort, die al zeggen ze alle abonnementen op, al zeggen ze alle uitjes af, niet zowel de energierekening als de boodschappen kunnen betalen. Het bare minimum wat je moet hebben. En dan is het tweede dat er in één keer een noodfonds is. Hoeveel geld zit er in dat noodfonds van die energieleveranciers? De minister. Voorzitter, om met die tweede vraag te beginnen. Dat is een pilot op dit moment. En voor zover ik weet, ik probeer even het cijfer te vinden, is dat inderdaad nog een gelimiteerd bedrag wat daarin zit. Dat hoort ook bij een pilot, maar dat betekent dus als die pilot zou werken dat inderdaad veel groter moet worden dan wat het nu is. Het is niet op dit moment het grote noodfonds waar u het over hebt, waar u net naar vroeg en wat volgens mij de heer Rutte al heeft beantwoord. Het is daarom noemde ik ook een noodfonds en niet het noodfonds. Het is niet het noodfonds wat u suggereerde. Het is een van de manieren waarop op dit moment energiemaatschappijen in gesprek met het kabinet proberen manieren te vinden om dit op te lossen. En als die pilot werkt, dan gaat er vast een zwengel aangegeven worden. Voorzitter, er zit op dit moment 1 miljoen euro in het noodfonds. Dat is minder dan 80 cent per huishouden die volgens het CPB de rekening niet kan betalen. Wij krijgen verhalen van mensen die 1.000 euro's tekort komen. Er zitten ook mensen bij voor wie dat misschien bedrag iets lager is. Maar met 80 cent per huishouden dat in de klem zit, doe je helemaal niks. Klopt het, voorzitter, dat er dus 10 miljard extra inkomsten zijn van het kabinet op de begroting, waarop niet gerekend was, en dat het kabinet wel in de laatste vergaderingen 800 miljoen voor Tata beschikbaar stelt, wel een akkoord met Norge gesloten heeft dat er nog compensatie voor Shell en de NAM komt, maar dat er eigenlijk van die 10 miljard niets nog expliciet gereserveerd is voor die mensen die te maken hebben met ernstige energiearmoede de komende maanden? Voorzitter, ook dit zijn onderdelen van het gesprek over de miljoenennota die we nu aan het voorbereiden zijn. En daar hoort u dus binnenkort over wat wij doen met meevallers, wat we doen met inkomstenuitgaven en op welke manier we het pakket waar we het net over hadden zouden willen dekken. Ja, voorzitter, kijk, het is een onhandige manier van debatteren. Ja, dat ben ik met u eens. Want de minister van Buitenlandse Zaken mag wel ideeën doen. En als wij er dan iets van vinden, dan moeten we 4 weken wachten. Ja. Dat is toch, laat ik zo zeggen, dat is niet alleen ongemakkelijk, dat is geen manier om hier met elkaar om te gaan. Als het kabinet vindt dat ze ergens over willen spreken, dan zou de Kamer in principe toch het kabinet op die thema's moeten kunnen ondervragen. Anders heeft het geen zin om hier te staan. Dus dat is ook waarom ik dat vraag. Die 10 miljard komt overeen met een andere 10 miljard. En als die suggesties door leden van het kabinet gedaan worden, dan is het toch logisch dat een Kamerlid zegt, zou hier eens naar kijken. Want laat ik zeggen, waarom hebben we dit? Waarom doe ik dit? Voor de zomer hebben we gezegd, wij zien mensen in de knel. Wij zien dat in het voorstel van de regering iemand die minder dan het minimumloon verdient als alleenstaande, geen energietoeslag krijgt. Ja, die kan niet rondkomen. Dat weten we hier allemaal. En toen kwamen we hier en toen het voorstel van het kabinet lag, was het, ja, het is nu te laat om iets anders te doen. Nou, zitten we een keer 4 weken van tevoren, dan doen we een aantal voorstellen, dan mag het kabinet er wel wat over zeggen en wij niet.
Dank u wel. Wat zou ik als Kamerlid moeten doen? Kijk, we treden allemaal buiten ons eigen lichaam hier. Hè? Dus we hebben allemaal dubbelrollen vandaag. Dus wat zou ik als Kamerlid hier moeten doen? Want mevrouw van Gennep is Kamerlid geweest. Wat zou ik als Kamerlid nou moeten doen? Zou ik akkoord moeten gaan, als ik Kamerlid ben, met het feit dat ik nu 4 weken moet wachten? De minister. Ja, voorzitter. Het gebruikelijke proces is dat natuurlijk wel. En ik kan u op dit moment ook gewoon inhoudelijk technisch nog geen antwoorden geven. We hebben vrijdag de MEF gekregen. Aanstaande vrijdag is de besluitvorming in het kabinet. We zijn, as we speak, de pakketten aan het bedenken en aan het samenstellen. En ik kan me heel goed voorstellen dat u ongeduldig bent. Dat zijn we allemaal. Maar we moeten dit echt even goed doen, zodat we dat pakket wat we neerleggen, dat dat structureel die lagere inkomens gaat helpen, dat het verstandig is, dat het substantieel is. En uw idee van een fonds, wat iets anders is dan de pilot die ik net noemde, dat lijkt mij een interessant idee. En ik heb hier ook, ik wilde u ook danken voor die suggesties, ook al ik een aantal andere mensen heb bedankt voor suggesties, omdat we dat meenemen in onze ideeën en in de gesprekken die we nu hebben. En u hebt ons ook al eerder gevraagd, bijvoorbeeld, hoe gaan we zorgen dat we voorkomen bij gezinnen achterstand op de energierekening. Hoe voorkomen we dat langer? Dat is uw motie van 6 juli. Daar krijgt uw Prinsjesdag met dit hele verhaal ook antwoord op. En ik ken u als een Kamerlid met hele inhoudelijke suggesties waar we heel vaak wat aan hebben. Dus die nemen we ook mee. En dat weet u ook. Heer Omtzigt. Voorzitter, dank. Maar ik zit hier toch met een ander probleem. Ik snap dat je normaal gesproken wacht. Maar we zien alle omliggende landen, een speech van de minister-president van België, eentje van die van Duitsland, die heel duidelijk richting geven in deze energiecrisis. Waar ze zelf net even weer wat andere problemen hebben. Wij zitten problemen met wat doen we met gas. In Duitsland zitten ze met wat doen we met de nucleaire centrales. Iedereen heeft zijn eigen variatie. Maar daar hebben we wel te maken met regeringen die niet zeggen, nou laten we eens 2 maanden wachten op wanneer we iets zeggen. Mijn suggestie aan het kabinet zou zeggen, de nood bij heel veel gezinnen is enorm hoog. En de nood bij heel veel mensen hier in de Tweede Kamer en mensen die wij kennen, is er niet. Wij hebben hier geen idee met ons inkomen wat er in al die huishoudens gebeurt. En ik zou er bij het kabinet op aandringen, geef die mensen het gevoel dat we met passende plannen komen. En dat zal niet allemaal precies tot op de laatste cent lukken, dat snap ik. Maar meer urgentie op dat punt verwacht ik van het kabinet, ook voor Prinsjesdag. De minister. Ja, voorzitter. Dank wederom aan de heer Omtzigt om het ook zo te brengen. Die nood wordt gevoeld, die urgentie wordt gevoeld. U kent de 7 miljard. U hebt ook gehoord wat ik net heb gezegd. Wij kijken met open vizier naar al die opties en we zijn ons heel erg bewust van de noodzaak om iets te doen. We weten alleen niet wat er wel en niet kan en ik wil die verwachting niet wekken. Maar ik heb wel gezegd voor 2023, daar komt een substantieel pakket en een structureel pakket waardoor we zorgen dat mensen een betere uitgangspositie krijgen. Daar zijn we echt mee aan het werk. En dat komt in zijn geheel op Prinsjesdag. Mevrouw Kuik, laatste vraag. Voorzitter, ik sluit me aan bij alle oproepen en die heb ik zelf ook gedaan om voor dit jaar nog wat te regelen. We zijn al te laat. Maar ik hoor ook gezegd hebben, we moeten ook structureel dingen doen. Daar ben ik het zeer mee eens. Maar dan hoop ik ook dat het kabinet snapt dat een minimumloonverhoging van 11,80 niet voldoende is om mensen te helpen. Dat je dus structureel naar die 14 euro toe moet om de verhoging van de boodschappen te kunnen betalen. Inclusief de koppeling van de uitkeringen. Dus als je structureel wat doet, word ik zeer aanjaag voor het volgend jaar. Maar doe het dan in één keer goed. Want anders geef je een hoop geld uit zonder dat je mensen nog goed helpt. En ik zou toch willen dat ook het kabinet die suggestie overneemt. Want anders denk je, ja, ik heb toch iets gedaan. Maar als het niet meeweegt met de inflatie, niet meeweegt met de hoogte van de kosten, laat je toch nog heel veel mensen die heel hard werken voor een heel klein beetje loon. En de uitkeringen die daaraan gekoppeld zijn, laat je in de steek. Dus dat zou mijn hartekreet zijn, de minister. Ja, voorzitter, hartekreten zeer duidelijk gehoord. We hebben verschillende categorieën waarnaar we kijken. Die heb ik zojuist allemaal opgenoemd. En ik hoor heel goed wat u zegt. Of ver van de heer Dassen, Volt. Ja, dank, voorzitter. Ik denk dat
aanmoedigingen vanuit de collega's meer dan voldoende zijn voor de minister. En ik ben ook blij dat zij in ieder geval aangeeft daar meer gevoel bij te hebben dan dat we net zagen bij de minister-president. Ik heb één concrete vraag nog en dat gaat over de mijnbouwheffing. Wordt er alleen specifiek naar de mijnbouwheffing gekeken of wordt er breder ook gekeken naar de solidariteitsheffing voor energiebedrijven? Minister. Ja, voorzitter, ook dat is onderdeel van de miljoenennota. En dat gaat dan over de dekking van het pakket. En of je meevallers, wat je daarmee doet. Ook dat nemen we mee in de communicatie rond Prinsjesdag. Tot slot. Dus als ik het goed bekijk, goed begrijp, wordt daar inderdaad naar gekeken. En wordt daar breder gekeken dan alleen naar de mijnbouwheffing specifiek? Wij kijken op dit moment natuurlijk naar alle manieren waarop we het pakket zouden moeten dekken. En dit is er uiteraard een van, want hij is al een aantal keer genoemd. Maar wat we ermee gaan doen, daar kan ik u nog niets over zeggen. Mevrouw van der Plas. Dat is ook meer iets voor de minister van Financiën. Mevrouw van der Plas. Maar ja. Ja, dank u wel. Net als mevrouw Kuiken sluit ik mij ook aan bij alle oproepen die hier worden gedaan om dit jaar nog met maatregelen te komen. Want daarop aansluitend vraag ik me af of de minister of de andere collega-ministers in het vizier hebben dat zich een grote en misschien nu nog stille ramp aan het voltrekken is bij de MKB-bedrijven in Nederland. Grotendeels familiebedrijven waar we als Nederland super trots op zijn. Ik noemde in mijn inbreng noemde ik al die bakker uit Uddel, die van 33.000 euro per jaar naar 370.000 euro per jaar gaat. We hebben het alleen nog maar over stroomenergie. We hebben het nog niet eens over gas. Want volgend jaar loopt zijn gascontract af en dan zal het nog meer zijn. Andere ondernemer die gaat van 20.000 euro per jaar naar 135.000 euro per jaar. Dat zijn kleine ondernemingen, zijn vaak kleine winkels. Hè. Zo'n bakker ja, die verbruikt veel energie, veel stroom. Prima, wij moeten allemaal kunnen eten. Zeer essentieel. Maar zo zijn er heel erg veel bedrijven. En als die ook de rekeningen niet meer kunnen betalen, zullen zij gewoon stoppen met ondernemen. Wat dus gaat betekenen dat heel veel mensen die nu nog werk hebben, in een uitkeringssituatie belanden. En die mensen die hebben ook al natuurlijk hoge rekeningen. En ik vraag me eigenlijk af, wat wordt voor die MKB-ondernemers gedaan? Het is dank wel. 70% meen ik van onze werkgelegenheid wat zij leveren. En ja, dat gaat als een domino stenen, gaat dat in elkaar vallen. En ik was eigenlijk benieuwd wat daarvoor voorzien is. Minister. Ja, voorzitter, dat is een hele relevante vraag. Want net als bij huishoudens zie je bij bedrijven, klein en groot, maar ook door de sectoren heen, maar ook binnen sectoren, een enorm verschil in hoe bedrijven het doen. Dat heeft soms te maken met hoe ze hun bedrijf voeren, met wat voor energiecontracten ze hebben, in wat voor panden ze zitten. Dus daar zien we ook heel verschillen. En daar zien we dus bijvoorbeeld dat 3/4 van de bedrijven het beter doet dan voor corona. Maar dat er ook een aantal bedrijven zijn die echt serieus uitdagingen hebben en problemen hebben. Mevrouw van der Plas. Dus dat is ook zeker. En ik kan u ook, vertellen dat mijn collega Adriaanse daar ook mee bezig is en die zorgen ook ziet. Mevrouw van der Plas. Ja, kijk, dat de zorgen gezien worden en ja, hier ook weer mee bezig zijn. Dit gaat gewoon heel hard zometeen. En mensen zijn hun huis dus al aan het verkopen om hun rekeningen te betalen. En dit gaat heel hard. En tijdens corona stonden we eigenlijk heel snel klaar voor onze MKB-bedrijven en corona-steunpakketten. Dat is ook reden waarom heel veel bedrijven hebben kunnen blijven bestaan. Maar ik zou zo graag zien, ja, is daar een visie op van wat gaat er gebeuren als al die MKB-bedrijven straks allemaal moeten stoppen vanwege die hoge rekeningen, met als gevolg het ontslaan van mensen, met als gevolg dat mensen nog meer in armoede leven, met als gevolg dat het platteland ook zeker verschraalt, omdat daar de bakker op de hoek misschien de enige bakker is, buiten misschien een supermarkt een paar kilometer verderop. Wat dat allemaal voor gevolgen heeft. En ik heb eigenlijk het idee dat daar, ja, dat daar geen grotere blik op is van wat gaat dat betekenen. En dank moeten wel. We niet ook die mensen, even los van de huishoudens in Nederland, zeker, maar moeten we ook niet die mensen toch een pakket gaan bieden of steun gaan bieden? Want als het weg is, is het weg, hè? Komt niet meer terug. Ja, ja voorzitter. Wat wij voor MKB-bedrijven kunnen doen, gaat ook mee natuurlijk in de besluitvorming over de miljoenennota. En ik weet dat mijn collega Adriaan natuurlijk met een aantal visies bezig is. Ik weet niet de precieze timing ervan, moet ik u zeggen.
over het vestigingsklimaat, over MKB-bedrijven. Om te zorgen dat we juist dat verdienvermogen van Nederland in stand houden. Daar hoort ook werkgelegenheid bij, daar hoort innovatie bij. Zodat we niet alleen die banen behouden, maar ook voor de toekomst een aantrekkelijk land blijven om in te ondernemen. Maar nou spreek ik een beetje voor mijn collega Adriaanse. Dat is altijd wat gevaarlijk, want dan weet ik niet precies op welk moment ze welke brief aan het schrijven is. Laatste vraag, maar ze is er hard mee bezig. Helder. Ja, kijk, ik heb het al eens eerder gezegd. Als je rood staat, kun je het niet groen doen. En dat geldt natuurlijk ook voor de MKB-ondernemers. Want de minister spreekt hier voor over het verdienvermogen en innoveren. Maar er valt gewoon helemaal niks te innoveren. Als je gewoon, dat je gewoon niks meer verdient. Dat je gewoon je zaak moet sluiten. Kan helemaal niet meer geïnnoveerd worden. Dat is ook een punt. Hè? De verduurzaming stopt ook. Dus ja. Dat wou ik de minister nog even meegeven, om dat aan collega Adriaanse ook door te geven. Dat daar echt, daar gaat echt een hele grote ramp worden, dat voorspel ik. Ik zie de minister knikken. Ja. Laatste vraag, de heer Omtzigt. Voorzitter, het pakket komt met Prinsjesdag. Bevat dat pakket ook nog voorstellen waar mensen dit jaar nog wat aan hebben, die bang zijn dat ze energierekening in oktober, november en december niet kunnen betalen? Voorzitter, daar heb ik volgens mij al op geantwoord, de minister-president ook. We hebben 7 miljard al gedaan, waarvan een gedeelte nog natuurlijk doorloopt in de laatste maanden van het jaar, zelfs in de eerste maanden van volgend jaar. Twee, het is heel erg lastig, dat weten we uit het debat van voor de zomer, om een aantal van die maatregelen uit te voeren. Maar drie, de noodzaak die wij zien is groot, dus we zijn met open vizier aan het kijken. Maar vier, ik zeg het nogmaals, ik wil dat goed uitzoeken. Ik wil geen verwachtingen wekken die we niet kunnen waarmaken. Maar we zijn echt serieus aan het kijken. De heer Epping, ja, 21. Voorzitter, nu we toch bezig zijn in de afdeling suggesties en voorstellen enzovoort, zou ik de minister erop willen wijzen dat er van jaar 21 een aangenomen motie ligt om de hoger dan begrote btw-inkomsten in te zetten voor lastenverlagingen voor de middeninkomens. Wellicht wilt u dat ook noteren. Het is niet zomaar een voorstel dat nu opkomt, maar het is een aangenomen motie. Dank u. Ja, ja voorzitter. Dat was mijn laatste punt van mijn inbreng. Dat is namens de minister van Financiën. Hoe het staat met de uitvoering van de motie had u eerder gevraagd. Dat is een vraag die de minister van Financiën uiteraard moet beantwoorden. U weet ook dat die inzet natuurlijk niet strookt met de huidige begrotingsregels. Maar zij komt in een later termijn nog met een reactie op uw motie. Laatste vraag, de heer Wilders, PVV. Voorzitter, het gaat om alle mensen in Nederland, werkende, niet werkende, lage inkomens, bovenmodale inkomens. Maar ik zou toch hier een apart lans willen breken voor de ouderen van Nederland. Mensen die hun inkomen ook niet meer door arbeid in de regel kunnen vergroten. En echt diep in de problemen zitten. Mensen met een pensioen wat vaak jarenlang niet is geïndexeerd of is gekort. Mensen die ook in de koopkracht vaak niet het beste, om heel voorzichtig te zijn, eruit zijn gekomen. Dus ik zou aan het kabinet en deze minister met name willen vragen om zowel voor dit jaar als voor 2023 een bijzonder hoofdstuk te wijden, een bijzonder aandacht te hebben in de werkgroep, weet ik waar je allemaal gaat zitten de komende dagen en weken, voor die AOW'er, voor die ouderen, want die is er heel bekijkt afgekomen en die heeft nog meer dan anderen soms een extra steuntje nu nodig. Ja, voorzitter, uiteraard. Wij kijken naar veel verschillende groepen. En de heer Wilders, en ik zie mevrouw Den Haan niet, kent mijn passie over senioren. Dus die krijgen zeker aandacht. Dank u wel. Bent u daarmee aan het einde gekomen? Kijk even naar u. Volgens mij wel. Ja. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen. De eerste termijn aan de kant van het kabinet. Ik stel voor dat we 3 kwartier schorsen voor een dinerpauze. En dat we 8:30 weer van start gaan met de tweede termijn. Ik schors de vergadering tot 8:30. Het duurt even.
Análisis y opinión. Entrevista. Pa informar en tu tópico. Entrevista. Objetividad. Danos mi show y nos mi show. Entrevista. Política. Farándula. Actualidad. Entrevista. Una nueva confianza. Entrevista.